Oké. Ik wil toch, ik hou van tekenen. Is er ook kunst en cultuur aanwezig vanavond? Nou, ik wil even kijken of mijn prachtige tekenen ook waarde kunnen hebben straks, hè, als kunstwerk. Ik had het net over een vehikel. En dat teken ik even als een kar. Dat vehikel. Plankjes, weet je wel. Een beetje hooi erop. Zo. Het mooie is, als er een vehikel is, dan heeft zo'n vehikel een kartrekker. Of kartrekkers. Zo'n vehikel heeft karduwers. Ja. Bij zo'n vehikel zijn ook altijd mensen die het lekker vinden om mee te liften. Zo, die ligt daar heerlijk zo bovenop. Lalalala. En ligt daar een beetje te fluiten en te doen, accordeonnetje erbij. En we gaan nog niet naar huis, weet je wel. Die hebben allemaal een functie, hè. De kartrekkers, de kartduwers die af en toe heel een beetje kunnen tegenhouden. Wacht even, jongen, doe eens rustig aan, chill. En deze die zegt, houten moet maar in en houten moet er maar in. Hè? Dat is de deze. Maar hier houdt het niet mee op. Je hebt ook nog altijd hier, en dan mogen jullie even raden wat ik hier aan het tekenen ben. Dit is een bolleke wol met een hoofdje, pootjes, bolleke wol. Hoofdje, pootjes. Weet wel wat het is? Een schaapje. En het leuke van die schaapjes is dat zij heel erg goed bè en nee kunnen roepen. Daar zijn ze heel goed in. En ook die hebben een functie. Nou, wat ik jullie nou toe uitgedaagd heb, is vooral dat rode kaartje een beetje te bè en te nee. Om daar een werkwoord van te maken. En ik ben ook heel nieuwsgierig naar het bè en nè gedeelte. Omdat dat bè en nè gedeelte er altijd is. En als dat bè en nè gedeelte niet hier mag liggen, dan gaat dat toch een eigen leven leiden. Dus we kunnen heel dat bè en nè maar beter hier hebben liggen. Dan kunnen we daar tenminste iets mee. Het gevaar van bè en nè is wel dat we dan maar liever de dingen bij het oude houden. Weet je wel? Nee, dat werkt toch niet. En we hebben al 100 keer geprobeerd. En we hebben zoveel initiatieven gehad in Tilburg. En het heeft ons allemaal niks opgeleverd. En weer een nieuw initiatief. En dan maar lekker blijven doen. Maar dan blijft dit op oranje. Dus dat is een beetje het bè en nè. En de vraag is eigenlijk, dat is mooi, hè? Dat zijn ondernemers van ons allemaal leuk en aardig. Maar wat het ons nou precies gaat brengen. En wat we nou onder die aandacht gaan brengen in deze stad. En wat nou als het ware de focus is van Tilburg. En wat we als uithangsbord voor Tilburg uit willen gaan hangen. Dat weten we allemaal nog niet. En dat moet nog ontdekt worden. En er moet over nagedacht worden, gesproken worden. Dus er zijn voorlopig meer vragen dan antwoorden. Maar die vragen die brengen ons wel in de modus van. Oké, en dan, en zus, en zo. En hoe meer je met elkaar ook vragen deelt. En samen nadenkt over al die vragen. Hoe meer je ook een beeld gaat vormen. En dat beeld is dan eigenlijk uiteindelijk ook van, oké, dan gaan we daar naartoe werken. En mooi ook, vandaar is dit ook wel moeilijk hoor. Als we na gaan denken, oké, we hoeven vanavond niet te doen. Maar er komt een moment dat je moet zeggen, ja, ik wil. Of nee, ik wil niet. Maar zo'n ja, ik wil, hè, in voor- en tegenspoed, rijkdom en muziek en gezondheid. Tot de dood ons scheidt, kun je het allemaal niet weten. Je zegt op dat moment ja, en op dat moment weet je ook niet wat het leven je gaat brengen. Hè? Dus je zegt ja tegen het ongewisse. En dat is natuurlijk altijd het lastige van. Dus dit moet ook een beetje geïdealiseerd, een beetje gedroomd. Nou, weet je, dat ondernemersfonds, dat gaat het helemaal brengen. Als we nou het ondernemersfonds maar hebben, nou jongen, dan crisis Tilburg, dat doen we helemaal niet aan, weet je. Dat is wel een beetje beelden waar je mee moet durven werken straks als je met die vragen ook bezig bent. En ik zou zeggen, daag ze uit. We hebben hier wat mensen zitten, Meloes. Dat is van de HTTP KLM OPQRS de UVW Clubke. Of hoe heet dat nou? De SOBT. Dat is de detailhandel dan, hè. Ja. Dan hebben we een vertegenwoordiger uit de horeca. Dat is Dolf. Ja. En ik had hem al complimenten gemaakt vanavond. En hij ziet er meer vanavond uit als een advocaat dan als een horecaondernemer. Hè? Dat was vroeger toen hij nog in zijn ene kleine kroegje aan het werken was. Was de anders. Hij had een korte broek en zo. Lalalala. Maar nu is hij is ondernemer geworden. Ja. Dus als het is ook een horecavraagje. Dan ben jij vanavond interim binnenstadsmanagement. We hebben hier Paul zitten van de gemeente. En die gaat ook vragen beantwoorden. En
En ik doe net of ik dom ben. Oh, Leo hebben we ook nog. Die heeft doorgeleerd, dus die kan ook allerlei andere vragen nog gaan beantwoorden. En ik hou me van de domme, dat heb ik het liefste. Dan gaan we kijken wat het ons brengt. En waar ik eerst nieuwsgierig ben, is naar Bene. En de stelling die je hebt opgeschreven. Kijk, als we hier een stelling maken en die stelling verkondigen, dan is dat vaak nog een beetje beleefd. We zitten toch keurig netjes op elkaar in een zoltje. En er is een camera bij. En we gaan het doorgaans niet helemaal op scherp stellen. Maar als je diezelfde stelling morgen aan een hangtafel met een pilsje erbij aan collega's verkondigt, dan is die vaak net even iets scherper. Hè? Dus ik zoek naar die scherpe stelling. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar wat er op de rode briefje staat in eerste aanleg. Schaam je niet. Huppakee, lekker kwijt. Lekker bot, lekker bout. En dan gaan we niet zozeer over die stelling in discussie. We gaan straks via die vraag eens kijken of we daar antwoord op kunnen vinden. Dan hebben we de exercitie daar gedaan. Hè? Durft u de stelling? Dat moet door de microfoon van de camera, meneer. Er is al een reclamebelasting. Komt deze daarnaast? En waarom de oude reclamebelasting niet verhogen? Oké, jij denkt ik smokkel. Ik doe gewoon de vragen en de stellingen in één. Ja, er is al een belasting hoor. Ja, moeten we weer zoiets bedenken. Nou, het moet ook echt wel iets toevoegen, wil ik meewerken. Want die belasting die is er al, zoiets. Hè? En wat is jouw stelling? Verzin nou eens een eerlijker belastingheffingssysteem. Kik, ja. En nu mevrouw? Volgens mij zit ik ernaast, maar oké. Ik had Tilburg moet meer gezellige groene plekken hebben met echte bomen. Nou, ik vind dat ook best een stelling. Zitten allemaal te merkelen over promotie en Tilburg profileren met weet ik wat voor campagneachtige PR-toestanden, weet ik veel wat. Geef ons stad nou gewoon groen en bomen. En dan komen die mensen vanzelf wel lekker tussen die bomen hangen en op het gras liggen enzovoort. Hè? Weet je, dus, over verblijfsplaats gesproken, hè? Ja. Ja, super. Stelling. Wat is jouw stelling? Het komt voor mij een beetje over alsof dat ondernemers nou het begrotingstekort van de regering moeten gaan oplossen. En niet alle ondernemers hebben daar geld voor. Kijk, zo is het. En jij? Kunnen ze daar die precariobelasting niet voor gaan gebruiken? Kunnen ze die niet gaan ophogen en dan... Gebruiken? Okay. Als die ineens in het leven is geroepen, dan... Dat is een vraag, hè, dit... Oké. Is het het zoveelste plan dat mislukt? Kijk, daar vind ik nou echt... Want ik vind het wel heel flauw wat je aan het doen bent. Want je bent eigenlijk een beetje te belachelijk aan het maken, de opmerkingen die we maken. Terwijl die gewoon heel serieus zijn. Wacht even, want ik vergeet de microfoon bij te houden. Nou, dat je de opmerking die wij maken met het rode kaartje, ben je een beetje belachelijk aan het maken, vind ik. Want ik vind, je kunt alleen maar vanuit een oude situatie iets vinden van iets wat nieuw gaat komen. En er zijn in het verleden al heel wat plannen geweest in de binnenstad van Tilburg. En die zijn meestal mislukt. Zo simpel is het. Dus het vertrouwen heb ik niet. En ik ben helemaal voor verandering, want ik zit al 20 jaar in de binnenstad en ik heb moeten veranderen om mee te gaan met deze tijd. Dus het is niet zo dat ik zeg van, hé, er moet helemaal niks gebeuren. Want ik wil het bij het oude laten. Maar ik vind het wel heel, heel flauw door op deze manier te reageren op al die mensen die er met het rooi kijken. Kijk, even lekker kankeren kunnen we nu even. En daarna gaan we weer over, want we moeten allemaal naar het nieuwe toe. Terwijl in het verleden zijn er al heel wat plannen geweest. Het KOS is er geweest om panden op te kopen. Ja, en die zouden opgeknapt worden. Er zouden geen studenten komen in de binnenstad. Want dat is belangrijk voor de binnenstad. Er zou horeca of commerciële ruimtes komen beneden. Wat gebeurt er? In de Noordstraat zijn er panden en daar komen studentenhuizen. En dan wordt er het is allemaal een smoes of weet ik veel wat, dat het op die manier gebeurt. Maar het gebeurt wel. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is toch... Oh, wacht even. Nee, daar kom ik terug. Wacht even. We hebben een cityring waarbij een hele rare draai gemaakt moet worden om de binnenstad van Tilburg binnen te komen. Waar ik dus klanten heb die zeggen van, is dat voor een manier om de binnenstad binnen te komen? Er wordt een cityring voor weet ik veel wat hoeveel geld aangelegd. En daar wordt niet over nagedacht. En het blijft gewoon, het is al jaren zo. En er gebeurt niks aan. Er worden wat blokken neergelegd, waar mensen een rare draai moeten maken, anders staat die auto daar. Dus voor 3 ton kun je daar heel wat doen hoor. Maar voor veel minder kun je dat ook oplossen. En dat had het van tevoren op moeten lossen. Want er moest een cityring komen,
En daar werd verder niet over nagedacht, want die draai die zat er gewoon in. En dat kon niet opgelost worden, zogenaamd. Dan krijg je nog het parkeren in de op het burgerijpad. Ik krijg klanten daar die daar lastig gevallen worden door weet ik veel wat er allemaal rondloopt. Of die daar proberen om een parkeermuntje in een automaat te gooien, waar dus blijkbaar een dagticket is. Staat er niet duidelijk op. Ik heb al vele keren gebeld naar de gemeente, weet ik veel, doe er iets aan. Er gebeurt niks. Ik heb klanten gewoon die niet terugkomen meer, die zeggen van ik kom hier op deze manier niet meer naar Tilburg toe. En dan kun je hier heel leuk een of ander plan, waar ik nog niets weet waar ik die 400 of die 600 euro voor geef. Want er wordt alleen maar gezegd, er komt een plan. Wat voor plan, dat weet ik niet, zou ik graag willen zien. Maar er zijn ook nu nog steeds dingen die er gebeuren, die ook heel simpel opgelost kunnen worden. En die gebeuren niet. Dus laat die eerst eens oplossen. Oké. Ja, nee, dat is... Dit is wel een beetje wat ik wil. En ik wil het niet flauw maken. Ik ben hier niet ingehuurd om vandaag te manipuleren of zo. Als dat het beeld zou zijn. Luister, ik ben ook binnenkort weer inwoner van deze stad. Ik onderneem ook in deze stad. Voorbeelden die jij noemt, die ken ik ook. Dus ik moet daar ook mee worstelen en doen. En dat fucking parkeergedoe en die duurte van. Weet je, het is nergens duurder parkeren dan in Tilburg zo ongeveer. Het is nog duurder in Tilburg dan in Amsterdam volgens mij. Ik weet het niet precies. Maar, dus ik ben ook, ik herken dat wel. Dus ik wil het niet bagatelliseren. Maar ik probeer het nu wel een beetje te normaliseren. In die zin dat we met elkaar, want voor je het weet kun je met elkaar ook in blijven roepen dat dingen niet werken enzovoort. Ik probeer de context te plaatsen waarin we ruimte hebben om die stellingen neer te leggen. En dus. Ik vind het wel heel belangrijk om te zeggen dat ik wel geprobeerd heb om die dingen te veranderen. Ik ben niet iemand die aan de keukentafel zit te kankeren en weet ik ondertussen niks doet. Die indruk wek je ook niet. Okay. En wat je zegt is oprecht. Ja. En dat is mooi, er zit vuur onder. Super toch? En je durft tenminste te roepen. Ja. 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 Dan moet je niet zelf gaan bagatelliseren. Dit is scherp, dit is duidelijk, dit is taal en hier kunnen we iets mee. En dat is stelling nemen en die... Dankjewel. Dankjewel. Nou, de toon is gezet. Super. Nou, kom maar dan. Ik heb... Een beetje met die meneer ben ik het een beetje eens. De gemeente heeft de middenstanders van de schouwburging ook moeilijk gemaakt. Ook onder andere het parkeerprobleem. Dat was mijn stuk. Oké. Okay. Gaat er een lijst, hè? Ik vind het ondernemersfonds geen slecht idee, maar niet met de gemeente zoals Tilburg. Want de gemeente Tilburg is echt op alle fronten heel slecht voor de ondernemers. Dus onder andere... je kunt nergens je auto meer parkeren, dus je bent andere wijken tot last omdat je daar je auto moet parkeren. Ze hebben gewoon de parkeervergunning afgenomen. En ik vind ook dat dat voor een ondernemer, als ze dus ondernemers in de binnenstad willen hebben, moeten ze dat zeer zeker doen. Ik vind ook dat bijvoorbeeld in heel veel steden is juist het buitengebied, daar zie je dus winkels leeg staan. Nou, hier is het omgekeerd. Als je naar de Westermarkt kijkt, daar is een geweldig goed winkelcentrum. Geweldig, daar altijd druk. Mensen kunnen er ook redelijk goed parkeren. Altijd druk, maar je hebt er ook een verschillend aanbod van winkeliers. Dus je hebt je op het hele plein bijvoorbeeld 2 schoenwinkels zitten. Alleen de Heuvelstraat heeft al 14 schoenwinkels. Dan denk ik, hoe krijg je het voor elkaar om er zo'n zootje van te maken? Het volgende is dat dus het centrum veel te groot is, veel te lang. Ze hebben wel het Pieter Vredeplein erbij genomen. Maar de Schouwburgring, ik heb het idee dat de gemeente die het liefst kwijt zouden willen. Want dat is gewoon iets wat, ja, dat hoort er een beetje buiten. Dus liefst eigenlijk, daar doen ze ook je moeite voor. Het loopt ook niet goed. Ik bedoel, de Schouwburgring richting Emma Passage, het is gewoon een zootje. En dat is ontzettend jammer. Wij zitten dus op de Schouwburgring, hoe lang? 40 jaar? 50 jaar onderhand? Ik ben eigenlijk nog niet zo oud, maar de zaak bestaat. Ja, ik denk. Maar je ziet dat gewoon, ook bij die cityring is gewoon echt gewoon slecht voor ons. En het wordt gewoon doorgeduwd. En je kunt daar moeilijk over doen, maar de gemeente doet het. Nog iets, wat ik ook verschrikkelijk vind. Wij hebben 2 of 3 jaar geleden krijgen we een man van de gemeente over de vloer. Alles moest van de gevel af. Alle reclame moest gewoon gesloopt worden, hè? Nou, dan zie je op een gegeven moment bij de kijkshop staan van alles buiten en er hangt overal iets aan. Dan denk ik, jongens, wij zijn de eerste, maar de enigste, want er was een bekende van ons. Nou, wij hebben de boel gesloopt en daar houdt het verder mee op. Dus het is allemaal zo
het zit gewoon zo slecht allemaal in elkaar. Dus ik vind dit op zich heel prima. Maar niet met de gemeente Tilburg. Die is gewoon... Achterkant? Waar? Nee, die is leeg. De achterkant is leeg. Oké. Okay. Nou heb ik gisteravond... Misschien is het wel even goed om dat even te benoemen. Ik heb gisteravond begrepen dat dit initiatief ondernemersfonds iets is voor en door de ondernemers zelf. Dus het is niet dat de gemeente nu iets gaat heffen wat ze in hun eigen broekzak stoppen. Het is in ieder geval bedoeld, de gemeente wordt gebruikt om te innen en het weer door te storten aan de ondernemers. Dus het is wel belangrijk, denk ik, om dat tussen je oren te hebben of op je binnenkant van je ogen te hebben staan. Omdat je anders denkt van ja, maar dat is weer iets voor de gemeente ondernemersfonds. Nee, het is iets voor ondernemers. Zij innen, want dat is wel een makkelijke weg. En het wordt weer doorgestort naar jullie. Dus dat is even... En verder vind ik nou, het hele verhaal. Ja. Is het uw vrouw? Ja. Daarom kijkt u nog steeds zo gelukkig. Jongen. Ja, gefeliciteerd. Dolf? Ja. Met dit budget kunnen wij nooit het ambitieniveau halen. Dit budget zal nooit de beste binnenstad van Brabant kunnen verwezenlijken. Dus leuk 3 ton, maar dat slaat nergens op. Oké. Okay. Helder. Jij? Nou, ik had eigenlijk, waar is en blijft het aandeel van de gemeente in dit verhaal? Dat mis ik. Dat is een vraag, hè? Hou hem als vraag vast zo direct, ja? We zijn nou nog bij de stellingen, hè? Ja, utopie. Wacht even, nog een keer. Utopie, ik geloof er helemaal niks van. Het gaat alleen om een stukje samenwerking, hè? Want dat is heel belangrijk. Dus ook een beetje dat fonds. Helaas, mijn ervaring is, het samenwerking met collega's en concurrenten, beneden peil, echt. Dat moet veel beter. We moeten eerst eens gaan zorgen dat we kunnen samenwerken met elkaar. Dat we elkaar het licht in de ogen gunnen. En dat mis ik. Dus ik geloof niet even in dit plannetje. Eerst terug naar de basis, ondernemers. Samen staan we sterk. Dat is eigenlijk mijn... Oké. Ja, ik weet dat we altijd maar een percentage van 10% of zo op dit soort avonden afkomen. Maar als dit dus het animo is van de ondernemers in Tilburg en wij gaan er met de schouders onder staan, dan verplichten we dus die andere 570 om mee te doen, terwijl die nu een afwezigheid laten blijken. Ik vind het ook ja, redelijk ongeloofwaardig, alhoewel ik er toch bij ben. Ja, ongeloofwaardig als je naar je collega's kijkt. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat zegt meer over de collega's dan over het initiatief. Oké, okay, dat heb ik heel goed begrepen. Meneer? Ja. Ik vind het initiatief op zich prima. Ik ben alleen erg benieuwd wat het me überhaupt gaat brengen. Als ik naar nu kijk, ik heb geen flauw idee waar dit allemaal over gaat. Wat het me nou concreet gaat brengen. Okay, dat is de vraag zo direct, hè? Hou hem vast, die mag je zo stellen. Heren. Ik vraag me af wat de bedoeling is van het ondernemingsfonds. Ondernemersfonds. Dat vraag ik me af. Dat is een vraag. Ja. Oké, okay, hou die vraag vast. Komen we zo op terug op die vraag. Had jij een stelling? Ja, de gemeente weet niet wat ze willen met Tilburg. Oké. Okay. En zolang de gemeente niet weet wat ze met Tilburg willen, hoeven wij met zijn ondernemingsfonds daar niet zo heel veel aan toe te voegen. Gaan wij daar 3 ton in stoppen bij hen? Gaan wij 3 ton stoppen in een gemeente die zelf niet weet wat ze nou eigenlijk willen? Ja, eerst moderne industriestad en nu in een keer studentenstad. Ik denk dat er 10 jaar tussen zit. Oké. Okay. Ja, okay. Ik weet niet wat daar allemaal aan besteed is in 10 jaar tijd. En dan komen wij met 3 ton aan. En dan heb ik gezegd, ga ik bij Dolf aan, dan ga je echt niet binnenstad van Brabant worden. Oké. Okay. Ja, ik sluit me wel aan bij meneer die daar zit. Geld is niet de oplossing. Want we zouden niet spreken over de koopzondagen, geloof ik. Of de verruiming van de... Maar goed, zolang daar geen eenduidigheid over is, maak ik me heel veel zorgen over. Ja. Okay. Dus geld is niet altijd de oplossing. Dus samenwerken. Ik vraag me eigenlijk af van... Ja, gaan we de wiel van deze tijd opnieuw uitvinden? Of gaan we een andere stad... Couperen, zeg maar, wat andere steden ook doen. En ik sluit me ook bij de rest aan van, ja, het was meer een verkooppraatje, zeg maar, in mijn ogen. Maar je weet niet echt, ja, wat het gaat brengen. Hou de vraag vast, hè. Scherpe vraag. Ik denk dat
dat samenwerking heel belangrijk is. En dat geld belangrijk is. En die twee dingen samen, daar kun je wat gaan doen. Maar als we hier met 10% van de mensen zitten, ja, die 90% moet ook wel mee samenwerken. En ik wil best een kans geven. En voor mij mag het zelfs iets meer kosten. Maar het resultaat moet er wel zijn. En als na een jaar er geen resultaat is, dan heb ik moeite mee om het volgend jaar nog een keer te betalen. Oké. Even ter informatie. Gisteravond hebben er wel 73 ondernemers meegekeken met de livestream. Dus er waren zo'n 30 mensen aanwezig. 73 mensen hebben meegekeken. Dus dan is zeg maar een virtuele opkomst van 73 plus hier 30 zijn toch 100 mensen. Hè? Dus dat nuanceert even de opmerking van vanavond. Nou ja, dat is alweer meer, hè? Houd vertrouwen. Houd vertrouwen is jouw stelling. Ik hoor allemaal mensen de geen vertrouwen hebben in het geld of in dingen. En ik moet zeggen, het geld ben ik ook niet helemaal zeker van dat er genoeg is. Ik ben eigenlijk meer voor samenwerking, inderdaad. Maar de helft, ook wat net gezegd werd met die koopzondag, die steunt dat al niet. Ik zou liever gewoon nog meer open willen. En ik zou zeggen, als je dan niet het budget hebt om te concurreren, dan moet je met een maatregel concurreren, waardoor je publiciteit genereert en iets anders doet dan andere steden. En dan zou ik zeggen, ga elke zaterdagavond open. Oké, kijk, hier komt creativiteit los, hè? Hier komt creativiteit los. Even kijken, had ik jou al... Ik heb heel erg veel moeite met het stuk onduidelijkheid die we met elkaar elke keer creëren. En het stukje vertrouwen is daar eigenlijk ook bij mij helemaal weg. Ik zit er ook al 18 jaar in het Heuvelstraat en ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen moment of een onderwerp meegemaakt dat na één of twee keer duidelijk was en dat we op één lijn zitten. We hebben eigenlijk nog nooit op één lijn gezeten. Dus ik heb geen vertrouwen in dit. Als we niet inderdaad voor elkaar krijgen om eerst ervoor te zorgen dat de ondernemers met elkaar commerciële beslissingen nemen. Commerciële beslissingen in het belang ook van iedereen, zeg maar. Oké. Ja. Gaat om? Om het verkoop. Oké. Ben ik jou vergeten? Nou, dat is echt... Dat komt door hem. Zijn schuld. Nou ja, ik ben op zich niet helemaal tegen het ondernemersfonds. Want ik denk dat het beter zou kunnen functioneren als dat het nu doet. Het SOBT en zo, met alle respect voor mensen die daar nu zich voor inzetten. Maar ik denk hele goede communicatie is belangrijk, sowieso onder elkaar en de mensen die het straks het ondernemersfonds gaan uitvoeren, zeg maar. En zorgvuldigheid met alles, dus ook met kleine dingen parkeren, niet alleen Heuvelstraat issues, niet alleen horeca issues, maar echt iedereen. En ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden, want dat is het nu al. Ik merk nu wel dat het echt jammer is dat de meneer van gisteravond hier nu niet is. Want dat had wel ook kunnen laten zien hoe het in een andere stad wel kan werken. Ik mis het verhaal echt. Nee, maar het is goed. Nee, maar goed. Het komt ook niet uit de lucht vallen. Hè? Dus ik vraag ook niet voor niks om die stellingen. Omdat je dus wel hoort dat er zit oud zeer. En als je kijkt, is in deze fase dus ook wantrouwen gegroeid. Bijzonder om te horen is ook dat wantrouwen niet alleen gericht is op de gemeente en ook niet gericht is eigenlijk op wat binnenstadsmanagement doet, maar dat dat wantrouwen ook gericht is op elkaar. Dus dat is wel een bijzondere. Er zijn mensen in deze zaal die in ieder geval hebben geuit dat ze het vertrouwen in hun collega-ondernemers, dat dat verzoek is. En dat wordt hier ook aangegeven door een aantal mensen die zeggen van ja. Maar als wij dus als ondernemers niet met elkaar collegiaal kunnen samenwerken, dan kunnen we nooit een krachtenveld vormen. En dus dat is kritiek op de gemeente. Het is relatief weinig commentaar nog op het functioneren van het binnenstadsmanagement. Maar zeker ook commentaar op van hoe we dat nou met elkaar bewerkstelligen in de binnenstad. Gewoon wij als ondernemers. Ik weet niet, misschien is dat wel... De eerste vraag, dat ik maar eens even de eerste vraag ga stellen. Dan moet je maar kijken hoe je daarop reageert.
Wat? Dat wantrouwen is er. En dat is gegroeid en heeft post mogen vatten enzovoort enzovoort. Wat moet nou het vertrouwen geven, Leo? Dankjewel voor die vraag. Nee, ik heb naar uw reacties zitten luisteren en dit zijn precies de dingen waar we het eigenlijk de afgelopen 2 jaar over hebben gehad. En ook de punten waarvan we hebben gezegd van, zullen we überhaupt wel gaan nadenken over een ondernemersfonds? Want er zitten heel veel valkuilen op zo'n weg. Dat is inderdaad zo'n koopstandaardige discussie. Dat kan de precario-discussie zijn. Dat kan onvrede zijn over het functioneren van de gemeente. Dat kunnen tal van dingen zijn waardoor je zegt, we gaan het niet doen of het gaat toch niet lukken. Daar hebben we ook aan onze tafel uitvoerig over zitten nadenken. Want we kennen de sentimenten in de binnenstad. En het makkelijkste wat jullie vertegenwoordigers vanuit de besturen zouden kunnen doen is zeggen van ja, het gaat toch niet lukken, dus we doen het niet. En wat eigenlijk de horeca en ook de detailhandel doen is toch hun nek uitsteken, omdat er iets moet gebeuren in de binnenstad. Ondanks al die negatieve sentimenten en ondanks die verdeeldheid, denk ik dat je het als stad Tilburg niet kunt permitteren om niets te doen en alles bij het oude te laten, want anders blijf je onder die streep. Nou, jouw vraag. Als je zegt van wat is er voor nodig om dat vertrouwen te creëren, dat is een eenduidige visie. En jouw vraag was net van wat zijn de concrete maatregelen, die komen straks nog. Maar je moet wel als ondernemersvereniging een heel duidelijke visie hebben van waar je naartoe wil. En dan gewoon een aantal speerpunten benoemen waarvan je zegt daar gaan we voor. En niet 10 dingen, nee, doe dan 3 dingen goed. En focus je daarop als ondernemersvereniging en zeg daar gaan we met z'n allen voor. Want dat is de manier waarop je vertrouwen kunt creëren. Ik ga even naar die sheet. Jullie vertegenwoordigers hebben een aantal speerpunten benoemd en hebben gezegd van als we dan dat ondernemersfonds gaan heffen, dan moet er een aantal maatregelen aan vastzitten. En dat begint al met het sterker profileren en promoten van Tilburg. Het moet een brand zijn, een merk. En daar kun je nog over discussiëren of je het accent legt op kunst en cultuur. Maar je moet de stad wel gaan branden, je moet hem gaan merken en datgene wat al aanwezig is in die binnenstad of in die stad, dat moet tot uiting komen en dat moet bekend worden bij de consument in Tilburg en ook in de regio. Dat is een opgave, gewoon een sterkere profilering van de stad. En als Maastricht Bourgondisch is en als er niets boven Groningen gaat en als Utrecht op dit moment de vrede van Utrecht heeft en Eindhoven doet het met design, dan moet Tilburg ook iets hebben. En dat iets ga ik vanavond niet benoemen, maar dat leidmotief, dat thema moet je wel hebben om daar al je activiteiten aan te kunnen ophangen. En daarvan heeft jullie bestuur gezegd, daar willen we iets mee. Een tweede thema is online profilering. In een tijd waarin ik geloof al 52% van de bevolking smartphones heeft, et cetera, ontkom je niet aan het meegaan in het nieuwe winkelen. Wat de gemeente Veenendaal op dit moment ook heel sterk doet. QR-codes, internet bestellen, gewoon inspelen op het nieuwe winkelen. Daar zul je, niet alleen in Tilburg, maar ook overal elders in de landen, zul je daar wat mee moeten. En als je daarmee begint, kun je daar nog voorsprongen op halen. Als we dan kijken naar die 3 ton, dat ga je nooit allemaal uit die 3 ton betalen. Maar sommige budgetonderdelen kunnen ook gewoon vooronderzoeken zijn. Dat je zegt, laten we het in ieder geval in het eerste jaar gaan onderzoeken en kijken hoe we dat in het tweede jaar mogelijk of in het derde jaar kunnen gaan financieren. Maar je moet iets met het online winkelen doen. Dan signing en markeren. Wat van belang is gewoon herkenbaarheid van die binnenstad, waar ik het net ook over had. Die deelgebieden hebben allemaal zo hun eigen karakter. En je loopt zo weer de binnenstad uit zonder om te weten dat de binnenstad is. Dus het is goed om een binnenstad ook te markeren. Om toegangspoorten klinkt een beetje overdreven. Maar wel zones te hebben waarvan je weet, oké, hier kom ik die binnenstad binnen. En ik zie herkenbare elementen. En of dat nou palen zijn of bloembakken of vlaggen of banieren, doet er even niet toe. Maar zo'n binnenstad moet wel een herkenbare eenheid zijn. Nou, dat is waar jullie bestuur over heeft nagedacht. Dan wil men een grootstedelijk evenement. En het liefst in die winterperiode, als mensen toch al een 13e maand hebben of een bonus, om dan ervoor te zorgen dat het vertoeven in die binnenstad leuker wordt. En dat kan een ijsbaan zijn, dat kan een korenfestival zijn. Maar zeker ervoor zorgen dat in die winterperiode de bestedingen worden aangejaagd. Een volgende thema is de leegstand. Want daar hebben we ook mee te maken. Je kunt het laten bij bordjes te huur. Maar dat gaat zeker de beleveniswaarde in de binnenstad niet verhogen. Dus je moet activiteiten gaan ontplooien als binnenstad in samenwerking met de vastgoedeigenaren. Om of die gevels aan te kleden of om tijdelijke winkels te doen. Pop-up stores, wat dan ook. Of fotocollages in die leegstaande panden. Maar dat er in ieder geval iets meer beleveniswaarde ontstaat. Want anders loopt zo'n consument continu langs
donkere gaten in zo'n binnenstad waar niets mee gebeurt. Dus daarvan heeft jullie bestuur ook gezegd, daar willen we iets mee. En tenslotte de informatievoorziening van partners. Gewoon die samenwerking tussen detailhandel, horeca, maar ook studenten, de onderwijsinstellingen. Er moet gewoon veel meer aangehaakt worden op de potenties van de binnenstad. Nou, dit is één sheet. Het volgende, en dan kunnen jullie allemaal gaan lachen, is natuurlijk even het kostenplaatje. Waarvan je allemaal gaat zeggen, dit is veel te weinig. Hier gaan we inderdaad de oorlog niet meer winnen. Maar je moet een begin maken. Je moet een begin maken als Tilburg en zeggen van, we moeten in ieder geval vanuit die 55.000 die we nu hebben naar 3 ton. Dat is al een hele stap. En de accenten liggen heel duidelijk bij city marketing, communicatie, het profileren van de stad en een groot stedelijk evenement. Dat zijn even de 2 financiële accenten. Nou kunnen we gaan focussen op die 3 ton, maar er zijn ook andere partners. Hè? Dus dit is geld wat men probeert op te halen bij de detailhandel en bij de horeca. Maar er is ook een vereniging van eigenaren die mogelijk iets kan doen. Er is een gemeente die mogelijk iets kan doen. Er zijn subsidies vanuit het Rijk waar je mogelijk iets mee kunt. Dus het houdt hier niet bij op. Maar het is wel een begin van een hogere ambitie. En dat is, denk ik, als je dit duidelijk markeert en je houdt je aan deze punten, en ik besef me dat ze nog verder uitgewerkt moeten worden, dan kun je geloven en vertrouwen creëren. Je moet je gaan focussen. Wacht. Ho, want ben dan. Nee, ik heb begrepen dat, misschien dat ik wat gemist heb hoor, dat een jaar of 2 terug was ik hier voor het eerst. En toen was Leo ingehuurd door de gemeente om een nieuwe organisatiestructuur weg te zetten voor Tilburg. Al die vergaderingen, tenminste die 2 of 3 keer dat ik geweest ben, is daar nooit een uitkomst uitgekomen. Want je was steeds bezig aan het ontwikkelen en noem maar op. Dan gaan we 3 ton inzamelen. Wie gaat dat beheren? Staat die organisatie daar al? Is het zoals het nu blijft? Of komen er nog veranderingen in? Want het weer over 3 ton is toch een aardig bedrag. Dan verwacht je toch ook dat daar iets weggezet wordt die dat ook professioneel kan besturen, kan beheren. Oké, ik denk. Nooit gehoord. Is het beheer vragen, waar jij, of een antwoord waar jij of moet, zullen we Alex daar. Misschien is het wel aardig dat jij daar een kort antwoord op formuleert. Kort is bij mij. Gaat bij mij niet vaak samen met een antwoord. Nee, nu niet. Het komt eruit voort, zeg maar, dat wij met de diverse vernieuwde bestuurder van een SBT, het horeca concentratiegebied, maar ook de afvaardiging daarvan, bijvoorbeeld in een binnenstadsmanagement, hebben gekeken. Van, goh, we zitten nu met binnenstadsmanagement bij elkaar. En voor mensen hier aanwezig, binnenstadsmanagement bestaat niet alleen uit ondernemers. Maar er zitten ook mensen van kunst en cultuur bij. Er zitten ook bewoners aan tafel. En dat bestaat eigenlijk al 15 jaar lang. 15 jaar geleden was Tilburg een van de eerste steden waar een binnenstadsmanagement kwam. En dat werd gefinancierd door een gemeente. Alleen op een gegeven moment is er besloten van, goh, die geldkraan die moet minder worden. En op een gegeven moment kwam er de berichtgeving terug van, hij moet dicht. Nou, toen hebben wij als ondernemers gezegd van, ja, is dat wel wenselijk? Want we zitten hier aan tafel en we zitten hier al 15 jaar aan tafel. We zitten hier al 15 jaar gegoed aan tafel met elkaar in overleg. En als je gaat kijken naar de nieuwe plannen zoals die er nou zijn voor city marketing. Dan city marketing draait in principe om 3 B's. Dat is bezoekers, bedrijven, maar ook bewoners. Nou, ik zelf heb daar een 4 aan toegevoegd, dat is beleving. Dan zit je met elkaar aan tafel, zit je goed met elkaar aan tafel en denk je bij jezelf, ja, als er nu geen geld meer komt, ja, dan heb je dus geen overleg meer. Nou, ik heb zelf 3 horecabedrijven in het centrum van Tilburg en ik weet hoe belangrijk het overleg bijvoorbeeld met bewoners is. Ik organiseer evenementen. Daar produceer je geluid. Dat kan als hinder ervaren worden bij bewoners. Dus het is verstandig om met elkaar on speaking terms te blijven. Maar het is ook belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn met bijvoorbeeld de bedrijven gewoon in detailhandel in de binnenstad. Want je kunt elkaar gewoon continu versterken. Dat blijkt uit het allerlei onderzoeken. Dat op het moment dat je horeca toevoegt aan detailhandel, dat je doorstroming krijgt, dat je iets toevoegt aan de beleving, dat mensen langer in de stad verblijven, nog een 2e rondje gaan winkelen, et cetera. Nou, op het moment dat er een aantrekkelijk aanbod is van winkels, dan komen weer mensen weer naar de stad, drinken ze weer een kopje koffie extra, et cetera. Dus wij vonden het belangrijk om met elkaar aan tafel te kunnen blijven zitten. Dan moet er geld op tafel komen. Dan ga je kijken van, ja, goh, hoe moet je dat dan bij elkaar gaan krijgen? Nou, een SOBT haalt al geld op via een reclamebelasting. De horeca,
deed dat nog niet. De bijdragers die bijvoorbeeld in de horeca richting HCG gedaan werden, die waren vrijwillig. Nou, op het moment dat je dus bijvoorbeeld een bedrag van 35.000 euro extra op moet gaan halen op vrijwillige basis, ja, dan heb je een probleem. En je hebt ook een uitdaging om de freeriders zo klein mogelijk te maken. Nou, op het moment dat je dan toch al naartoe gaat werken of gaat nadenken over een systeem om iedereen te laten meebetalen, dan ga je misschien ook wel nadenken van ja, wat als we nou meer geld bij elkaar gaan halen dan 35.000 euro? Wat als we dat nou, drie ton toe weten te brengen? Creëren we dan kansen voor ons? Nou, en toen kwamen we al vrij snel tot de conclusie, ja, dan gaan we kansen creëren. En zo hebben we eigenlijk als SOBT en HCG weer gekeken naar de mogelijkheden, de kansen die voor ons lagen om samen geld te gaan genereren. En dat zal uiteindelijk inderdaad beheerd moeten gaan worden. Maar wie zijn wij? Want we weten niet eens of er überhaupt animo is bij de ondernemers in de binnenstad om geld vrij te maken. Of de kansen zoals de besturen van het SOBT en het HCG die zien om samen is samen. En we moeten dan ergens een begin maken. En ja, dan ga je discussie krijgen over koopzondagen, zaterdagavonden openen, evenementen wel, evenementen niet. Maar je moet het wel samen. En dan moet je het ook samen doen. En die twee dingen samen, ja, die leiden tot iets. Maar wat? Ik heb die wijsheid niet in pacht. Maar ik zie het wel in steden om mij heen gebeuren. En ik vind het heel raar dat als zesde stad van het land we een promotiebudget hebben als ondernemers zijn van 55.000 euro. Nee, er zal dan een organisatie gaan komen, mogelijkerwijs van de afvaardiging. Die is er nog niet, nee. Want het is heel raar om een organisatie te gaan maken op het moment dat je niet eens 3 ton hebt. Antwoord op jouw vraag. Ik ben begonnen in 2011 inderdaad. Op het moment eigenlijk dat Anton Jongerhans wegviel als binnenstadsmanager. Nou, het binnenstadsmanagement wordt eigenlijk dit jaar, 2 jaar door de gemeente low profile in stand gehouden. Waarbij er geen binnenstadsmanager is, maar wel het secretariaat en de verbindende schakel, Jeanette Wouters in dit geval, dat functioneert verder. De bedoeling is uiteindelijk dat een deel van het ondernemersfonds, het deel van het binnenstadsmanagement ook uit het ondernemersfonds wordt betaald. En we kijken of de gemeente Tilburg bereid is tot cofinanciering. Dus het verschil ten opzichte van vroeger zal zijn dat niet meer de gemeente 100% het binnenstadsmanagement betaalt, maar dat een deel van het binnenstadsmanagement. Dat is wel de ambitie, absoluut. Ja, oké, bij deze. Nou, dan zijn we toch even. Zijn we 5 minuten verder en heb je in ieder geval antwoord op je vraag, hè? Dat is mooi. Maar goed, daarmee is wel wat meer ingekleurd en beginnen. Beginnen billen te ontstaan. Wie zegt ik heb een prangende vraag? En die staat waarschijnlijk op je groene kaartje, of niet? Ik krijg het alleen wel weer heel erg benauwd als het woord ijsbaan in de mond genomen wordt. En ik 100.000 euro voor een grootstedelijk winterevenement. Jij steekt je vinger op? Ik steek mijn vinger op, omdat het natuurlijk, er staat grootstedelijk winterevenement, maar ik denk dat je het meer moet zien als winterbeleving. We hebben afgelopen jaar en ook de jaren daarvoor volgens mij redelijk wat discussies gevoerd aangaande bijvoorbeeld kerstversiering of hoe onze binnenstad eruit moet zien. Gebieden in Tilburg waar nog helemaal niks aan winterbeleving wordt gedaan. Op het moment dat je hier vanaf het station uitstapt en je loopt de binnenstad in, wat zie je dan aan winterbeleving? Ja, nou ja, goed, dat kan, maar dat is dan een interpretatieverschil. Je kunt ook nadenken over, ja, moet je kerstmannen laten rondlopen? Moet je iets gaan doen met acteurs in de binnenstad? Ga zo maar door. Dus je kunt het overal naartoe schuiven. Het is bedoeld om in de donkere maanden, als mensen de neiging hebben van, goh, ik word nu gevoelsmatig wellicht wat somberder, om die thuis niet op de bank. Ja, om die thuis niet op de bank te laten zitten, maar die naar een stad toe te trekken. En in die stad, zeg maar, dat die stad als een warme deken over die mensen heen valt. Dan besluiten ze ook om niet thuis op die bank te blijven zitten, maar de stad in te gaan. Zo moet je hem eigenlijk wat meer zien. Dat is ook wat ik zou heel graag wil. Maar een ijsbaan vind ik dan zo ergens neergezet waar dan een aantal ondernemers heel veel baat bij hebben. Maar het grootste deel van de stad eigenlijk helemaal niet. En dan krijg ik het.
Oké, mooi is in ieder geval, dat laten we blij zijn dat we een verleden hebben met elkaar. Laten we blij zijn dat we met elkaar een verleden hebben. En hoe was je ook alweer? Door schade en schande word je wijs. En dat je waarschijnlijk, als ik het goed begrepen heb, door middel van een ondernemersfonds ook in staat bent daar zelf meer invloed op uit te oefenen. Heb je dat goed begrepen? Ja, helemaal goed begrepen. Ja. Nou, dan hebben we dat gewoon goed geformuleerd. Oké, nog meer vragen? Ik heb nog een vraag betreffende de Schouwburgring. Hè? Al jaren gaat het praatje rond dat de gemeente dus geen belang meer heeft bij de Schouwburgring. En dat ze die dus gewoon dood willen laten bloeden. Daar zou ik wel eens een eerlijk antwoord op willen, of dat daadwerkelijk zo is. Ze willen daar vanaf, als winkelstukje. Dat vind ik een pijnlijke voor hier. Ik weet niet of je op deze bijeenkomst thuis hoort. Nee, dus ik denk, als dat er niet meer bij hoort, waarom zou ik dan nog enige euro lappen? Hè? Ik bedoel, Paul. Ja, dank u wel voor deze vraag. Dat is een lastige. Ik kan er wel volmondig op zeggen. Natuurlijk is het niet de bedoeling om de Schouwburgpromenade te laten leegbloeien. Absoluut niet. In het ondernemersfonds betrekken wij ook de Schouwburgpromenade erbij. En ik denk dat het ook de bedoeling zal zijn in de toekomst om te zorgen dat eigenlijk iedere ondernemer die meebetaalt aan het ondernemersfonds. En daarmee wordt ook de Schouwburgpromenade beoogd. Ook in zekere zin wordt bediend. Je hoort misschien weliswaar niet tot het kernwinkelgebied, maar je hoort wel degelijk tot de binnenstad van Tilburg en je bent daarin ook gewoon belangrijk. En zo ervaren wij dat ook. Ja, zo florissant staat het er niet voor, hè? Bij de meeste zaken niet in ieder geval. Ja, ik kan daar natuurlijk niet helemaal in detail op ingaan. Ik kan u wel zeggen van nou, ik heb toevallig gisteren of eergisteren nog met collega's van u om de tafel gezeten om in ieder geval te kijken van wat er in de toekomst mogelijk is. Dus voor mij, ik zit niet in de film van het is een appendix, het hangt er maar bij en we moeten er niks in doen. En dat is volgens mij ook niet de film waar mijn collega's of het bestuur in zit. Dat kan ik u wel vertellen. Oké, dankjewel. Ik heb twee, hè. Dus, ik heb een paar mensen gevraagd, hou die vraag even vast. Wie waren dat ook alweer? Ja, kun je me herhalen? De vraag is eigenlijk wel beantwoord. Het ging vooral het aandeel van de gemeente in dit geheel. Wat die is. Heb je dan beeld bij nu dan? Een klein beeld, maar het mag wel uitgediept worden. Wat is het aandeel van de gemeente in dit verhaal? Dat is eigenlijk tweeledig. Ik denk dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor schoon, heel en veilig. En daar kun je natuurlijk van vinden wat je wil. Maar dat zou in ieder geval de doelstelling moeten zijn. In het kader van het ondernemersfonds is iets voor en door ondernemers. Dat betalen jullie zelf en dat geld is ook voor jezelf. Maar een gedeelte van het geld, dat is net ter sprake gebracht, dat zal besteed worden om het binnenstadsmanagement eigenlijk in zijn huidige vorm in stand te houden. En bij dat binnenstadsmanagement zullen wij als gemeente ook in ieder geval geld bijleggen als blijkt dat er ook draagvlak is voor een ondernemersfonds. Want daarin zien wij ook wel een verantwoordelijkheid. Even voor mijn perceptie. Je had de drie B's. Dat was? Maar jij noemde net de drie andere termen. Wat was veiligheid? Schoon, heel en veilig. De pak die even. Schoon. Als het ware. Ga je bij de hand lopen doen? Schoon, heel en veilig. Dat is iets waar de gemeente voor. Neem ik het erop op, hè? Schoon, heel en veilig. En is dan, begrijp ik het goed dat met name het belevingsfonds, wou ik zeggen. Het ondernemersfonds juist met die beleving aan de slag wil. Ja, dan zou ik proberen het ook maar te begrijpen. Nee, wij proberen met beleving kun je iets doen. Maar je zult het eerst met z'n allen eens moeten zijn over wat wil je laten beleven in de binnenstad. Daarover moet je met elkaar een dialoog aangaan. Op het moment dat je dat duidelijk bepaald hebt, wie zijn nou je bezoekers die je stad rijk is? Dus als je gaat kijken naar city marketing en communicatie, nou ja, dan zul je denk ik eerst de vraag moeten stellen, wat wil je gaan communiceren? Dus ik denk dat je daar ook eerst een onderzoek moet laten doen. Wie bezoekt ons nu? Wie willen we dat ons bezoekt? Op het moment dat je dat duidelijk, dan ga je meten. Meten is weten. En op het moment dat je
iets weet, dan kun je ook met z'n allen een gefundeerde keuze maken over hetgeen wat je dus wil gaan toevoegen met z'n allen. En wat je dus ook moet gaan communiceren. Als je het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik dat Tilburg is een hele dynamische stad, is een creatieve stad. Ik heb elke keer op het moment dat ik hier over straat loop, dan valt mij op dat hier relatief gezien heel veel jongeren rondlopen. Nou, dat blijkt dan ook nog eens een keer demografisch gezien te kloppen. Dat blijkt dan ook nog eens een keer de komende decennia te blijven. En dan kun je denk ik met z'n allen ervoor zorgen dat je die dynamiek, die moet je gaan uitstralen. We gaan het hier, dit is weliswaar de schoonste stad van het land en het staat dan ook weer op de punten van de gemeente school heel en weinig. Maar op het moment dat ik in een andere stad loop, dan word ik vaak gevangen door de grandeur van panden. En dan word ik wellicht wat romantischer in mijn hoofd. Oké. Als het romantisch wordt bij jou, dan moeten we ingrijpen. Want toch zit ik worstel daarmee en ik weet niet hoe dat met mensen in de zaal zit. Dus ik switch maar even tussen... Tussen bewoner van de stad, ondernemer in de stad en tegelijkertijd ook hier vanavond voorzitter zijn. Haar vraag was, wat is het aandeel van de gemeente? De gemeente maakt zich hard voor schoon, heel en veilig. Agree? Dat is buiten deze discussie als een standaard voorwaarde. Ja. En nu zeg je van de gemeente gaat dat betalen. Maar het ondernemingsfonds is nodig om het binnenstadsmanagement te blijven garanderen. Dus volgens mij is dat een tegenstelling. Wil je? Ja, nou, het wordt spannend hoor. Ja, misschien ben ik onduidelijk geweest. Schoon, heel en veilig is als het ware de basisvoorwaarden waar je gemeente op aan zou mogen spreken. En nogmaals, daar kun je natuurlijk ieder het zijne van vinden. Daar zijn wij voor verantwoordelijk. Verder hebben wij hier in de Tilburg een binnenstadsmanagement. Eigenlijk een platform waarin de gemeente in contact komt met allerlei partners in de stad. Dat is iets wat in het verleden is opgezet. Wat is eigenlijk iets wat in principe ook wel functioneert. Maar toch is uiteindelijk besloten om daar minder geld aan te besteden. Om dat eigenlijk meer over te dragen aan de ondernemers zelf. En om daar geld voor te genereren, om daar mede geld voor te genereren, heb je een ondernemersfonds nodig. En zowel de ondernemers als de gemeente is wel van mening dat zo'n binnenstadsmanagement absoluut meerwaarde heeft. Want je hebt gewoon een overlegorgaan nodig om elkaar te vinden, om elkaar te treffen, om zaken uit te wisselen. Dat is ook de reden waarom we in dat binnenstadsmanagement wel geld willen stoppen. Of in ieder geval een bijdrage aan willen leveren. Mits er ook vanuit de ondernemers een bijdrage aan wordt geleverd. Want het moet voor iedereen een meerwaarde leveren. Maar het ondernemersfonds, ja, ik ga dan toch nog heel even door. Het ondernemersfonds zelf is gewoon voor en door ondernemers. Jullie bepalen waar het geld naartoe gaat. En wat ermee moet gebeuren. Niet de gemeente. Als de ondernemers niet akkoord gaan en nee stemmen, wat gebeurt er dan met de gemeente? Ja, op dit moment zitten we eigenlijk in de positieve fase. Dat wij denken van dat er voldoende fundament is om met elkaar te werken aan een, ik noem het zelf maar even een BMT 2.0. Wat ook voor een deel gefinancierd wordt uit het ondernemersfonds. Ja, mocht blijken dat dat helemaal niet lukt, ja, dan zullen wij ons ook als gemeente moeten herbezinnen. Maar in die fase zijn we op dit moment nog niet, want we zijn nu in de opbouwfase om met jullie te kijken of we daar een succes van kunnen maken. Wij denken dat er fundament voor is. Kan ik er zoiets van breien, want daar hou ik van. Nou, schoon, heel en veilig, het zal allemaal wel. Daar voeg ik nog iets aan toe. Dat hoor ik andere mensen ook zeggen. Toegankelijk. Ik wil makkelijk die stad in kunnen. Ik moet mijn auto makkelijk kwijt kunnen. Dat is toegankelijk. Een gemeente, daar wil ik, wat wij ook doen als ondernemers, dat is allemaal wel. Maar dat is wel zijn zaken waar wij de gemeente op willen aanspreken. En als jullie hier je verantwoordelijkheid pakken, en we snappen ook wel dat het allemaal niet makkelijk is, en jullie daar ook horens tegenkomen enzovoort enzovoort, dan gaan wij wel voor die belevingen, voor die spanning zorgen. En dan kan het ondernemersfonds, misschien met een apparaat als binnenstadmanagement erachter en ondersteund, aan de slag. En kunnen ze nagaan denken voor die beleving, voor die spanning. En te zorgen dat die mensen gewoon de lol aan gaan beleven om hier. En dan heb je een 1-2'tje. Is dat een beetje, de ja? Is dat je nou jouw werk te doen of zo? Hoezo? Marloes. Kijk, het is een feit dat het BMT al 15 jaar bestaat en dat we daar als gebruikers van de binnenstad, als ondernemers, als bewoners, als noem maar op,
maar laat ik als ondernemers praten, dat we daar heel erg tevreden over waren. We waren blij dat het er was, want we voelden daar allemaal een meerwaarde voor. Het is een feit dat de gemeente een paar jaar geleden heeft gezegd, dat gaan wij niet meer helemaal vanuit de gemeente financieren. Wat je daar ook van vindt, in feite doet er dan niet zoveel toe, dat feit daar ligt er. Toen hebben wij met elkaar gezegd van ja, dit is voor ons zo waardevol. Wij kunnen niet het laten gebeuren dat dit stopt. Maar als wij mee gaan betalen, dan moeten we meteen nu het heft in handen nemen en zorgen dat we nog wat meer kunnen doen als alleen dat BMT in stand houden. Waarmee we praten met bewoners, kunst en cultuur. Maar dan willen wij als ondernemers, als detailhandel en als horeca, zorgen dat we een pot met geld krijgen, waardoor we met Tilburg echt aan de slag kunnen gaan. Dus wij hebben daar op dat moment het heft in eigen handen genomen en wij gaan proberen om voor die stad iets voor elkaar te krijgen. En dat het, kijk, je kunt zeggen, het is aan de ene kant jammer dat het zover moest komen dat wij dat pas gedaan hebben toen de geldstroom vanuit de gemeente stopte. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, als we dit nu kunnen ombuigen naar iets positiefs, dan hebben we daar allemaal plezier van. Maar ik verwacht ook wel van de gemeente, ja, precies, dat naast dat ze de stad schoon, veilig, et cetera moeten doen, dat ze gaan meedenken. Dat ze gaan meedenken en mogelijk ook op het moment dat wij fantastische ideeën hebben voor de beleving van onze stad, dan ben ik de eerste die bij de ridder op de stoep staat en zegt van nou Erik, wij als ondernemers hebben een paar ton. Tuurlijk, Samsam of iets dergelijks in binnenstadsmanagement, fantastisch. Maar wij gaan ook extra investeren in onze stad en ik verwacht van jou dat je dat ook doet. En de gesprekken die ik tot op heden toe met onze wethouder Erik de Ridder heb gehad, daarin geeft hij ook te kennen dat er kansen gaan ontstaan op het moment dat wij daar als ondernemers ook weer in willen gaan investeren. Dat is ook, ja, nou goed, hij laat natuurlijk niet het achterste van zijn tong zien. Het is een politicus, maar goed, de raad heeft al ingestemd met City Marketing. Als je gaat kijken naar Eindhoven, daar is ook een paar ton vrijgemaakt vanuit de gemeente richting een ondernemersfonds extra om dat ondernemersfonds weer sterker te maken. Maar ja, dat is ook pas gebeurd nadat het ondernemersfonds daar al 2 jaar bestond. Zich bewezen had en zijn krachten had, zorgde dat de ondernemers de neus dezelfde kant op stonden, et cetera, et cetera. Nou goed, dat zullen wij toch echt zelf moeten gaan oppakken, op het moment dat wij dat zelf oppakken. En ja, dan zijn er in 2014 weer gemeenteraadsverkiezingen en dan zit er weer een andere wethouder en die zal altijd zeggen, ja, dat heb ik nooit gezegd, et cetera. Maar ik ben er wel heilig van overtuigd dat als je met een paar honderd ondernemers van de 6e stad en in de toekomst 5e stad van het land zegt van luister, wij doen dit, wij verwachten dan ook dit ervoor terug, dat je heel sterk staat. Nu staan we niet sterk. Oké, als we krachten bundelen en dit fonds kan helpen om krachten te bundelen, hoor ik jou zeggen. Ja? Samen en doen. Maakt het mogelijk om dingen te doen, maar ook een gelijkwaardige partner. Er zijn discussies om die stad verder uit te bouwen enzovoort. Oké, nog meer vragen? Die ene vraag? Of een andere? Er werd hier net ook gevraagd, kan je een korte samenvatting geven van die meneer van gisteren, zodat wij meer weten hoe het in andere steden is gebeurd en wat die samenwerking heeft gebracht, zeg maar. Oké, dat gaan we niet doen nu, dat is lastig, want het is het verhaal van die meneer. Maar morgen kun je online kijken naar het verhaal van die meneer. En het heeft veel gebracht gisteren. Maar concreet een voorbeeld, daar ben ik even naar op zoek. Wat is concreet een voorbeeld wat het in Eindhoven heeft gebracht? Nou, wat hij bijvoorbeeld... Wat hij heeft 2 dingen die ik heb onthouden en die echt heel concreet zijn. Hij noemde die Design Week. Dat is als heel klein begonnen, als heel klein en elitair begonnen. Waarbij iedereen zijn twijfels had van nou, is dat nou wat Eindhoven op de kaart moeten gaan zetten? Inmiddels bestaat het, ik weet het niet, Leo, hoeveel jaar? Nou, en is het een evenement wat echt een enorme landelijke uitstraling heeft. En waar niet alleen het designstuk, maar ook winkeliers en horeca, waar echt de hele stad profijt van heeft.
Dan noemde hij iets anders. Dan kun je zeggen dat is een beetje een lullig iets. Maar het was wel een duidelijk voorbeeld. Bloembakken in het centrum, die werden wegbezuinigd. Toen hebben ze met het ondernemersfonds gezegd van... Nou ja, het kan niet zo zijn dat er hier in de stad nergens meer bloeiende planten zijn. Daar hebben zij, die financiering hebben zij naar zich toegetrokken. En dan kun je zeggen, ja oké, dan hebben zij nu iets gedaan waar eigenlijk de gemeente hoort te doen. Maar ja... In feite voor die bezoekers, het maakt mij nooit zo uit. Het ene keer trek je iets naar jou toe en het andere keer, wat Alex ook zegt, ga je met je plan naar de gemeente en dan hoop je dat ze flink, dan hoop je niet, dan ga je ervan uit en dan eis je dat ze flink meebetalen. Het moet een beetje spel zijn over en weer, maar daar vond ik twee nou ja, hele duidelijke dingen waarbij je iets voor kan stellen. Keten. Dus wat gaat het ons brengen na onze landelijke spreiding? Snap je? Een beetje waar ik heen wil? Ja, want jij maakt ook deel uit van zo'n, zo'n club, hè? Ik hoor ook bij een, nou ik niet, maar ik hoor ook bij een landelijke keten. Maar als landelijke keten... Kijk, natuurlijk komen er soms mensen, er komen mensen speciaal voor jou of voor mij of voor jou of voor iedereen. Maar er zijn ook mensen die komen voor het totaal. En ik denk als stad, landelijke ketens, ja, die zitten overal. Daar hoef je eigenlijk al niet meer speciaal voor naar Tilburg te komen. Maar wat maakt Tilburg nou speciaal? Dat is de Noordstraat en de Nieuwlandstraat. Die stonden laatst in de Volkskrant en werden er uitgelicht. Dan moeten wij zorgen dat mensen weten. En als ze voor de Noordstraat komen, dan komen ze ook wel langs jouw winkel. Ik weet niet waar je zit. He, dus dan moeten we als Tilburg... Tilburg heeft hartstikke veel te bieden. Maar met die 3 ton als begin kunnen we zorgen dat de consument ook weet dat het er allemaal is. Dus je hebt elkaar nodig. Klein en groot. Ja. Klein en groot, zo hè. Dat, Wacht even, want dan kom ik even naar jou toe, hè? Ja, dat denk jij. Nee, want zoals de situatie nu is met de reclamebelasting en destijds dus de precario. Nou, het feit dat wij hier met zoveel mensen vanuit de Noordstraat zitten, zegt natuurlijk al iets dat het voor geen meter klopt zoals het nu is. Dus in die zin heb ik hier meer hoop op. Want ja, zoals het nu is, ook met de precario-rechten, volgens mij een jaar of 3-4 geleden is een nota dwaalgebied ontstaan. Of Stijn Schoenmakers heeft het toen geschreven. En dat moet een leuk gebied worden, moet gezellig worden. Nou, dus wij gezellig met z'n allen al ons handelwaar op straat. Ja. Hè? Wat gebeurt er? Werd gedoopt. Nou ja, daar zijn ook voorbeelden van hoe het nu gaat. En ook met de reclamebelasting die wij betalen. Ja, sorry, ja, daar hebben we het ook al 100 keer over gehad. Maar wij krijgen de kapotte straatverlichting. En de koopzondagen is ondertussen een ander verhaal, maar daar werden de advertenties van betaald. Waar de ondernemers in het dwaalgebied bijna niemand aan meedoet. Een klein gedeelte die richting de Heuvelstraat zit. Dus in die zin moet het ook echt anders zoals het nu is, vind ik. En denk wij allemaal. Oké. Wat ik mis in Tilburg is gewoon, we hebben geen ingangspoorten. Dus waar je komt, of je nou van noord, west, oost, zuid, je komt in een lelijke stad. Het begin van de stad is gewoon niet mooi. Dit wou-gevoel heb je niet. Nee, dus als je dit zou willen omvormen naar een vraag, wat zou dan de vraag zijn? Zorg nou eens dat met name de randen, dus de ingangspoorten... Probeer het aan een vraag. De ingangspoorten, dus de ingang naar de stad toe, dat die goed is, die uitnodigend is. Voorbeeld geef ik aan een stukje Piershaven. Dat zou een mooi voorbeeld, een mooie ingangspoort zijn. Pak maar de Schouwburgring. Dat zou een mooie poort zijn. Dus als die bezoeker komt naar die binnenstad, dan hij wordt ontvangen. Ik zit in de binnenstad. Oké, dus de vraag zou zijn, kan het ondernemersfonds ertoe bijdragen dat zoiets gerealiseerd gaat worden? Ja, oké. Ik was er net al, nee, ik kom weer terug. Ik zag jouw vinger.
Nou, ik vraag me af van, mocht dit allemaal goed gaan, iedereen zegt, of de merendeel zegt, akkoord te gaan, hoe gaat het traject daarna lopen, zeg maar? Gaat het dan binnen een bestuur dat er beslissingen gaan worden genomen? Of ja, dat traject, zeg maar, mocht het goed gaan, zeg maar, hoe moet je dat traject daarna zien? Leo? Op het moment dat de meerderheid van de ondernemers in de binnenstad ja zegt, dan zal er een verzoek worden ingediend vanuit de winkeliers en de horeca bij de gemeenteraad. Want uiteindelijk moet de gemeenteraad ook akkoord gaan met het heffen. Dus dat is het moment waarop de gemeente ook als inningsmachine kan gaan fungeren. Dat geld komt vanuit de gemeente weer terug in een aparte stichting, want uiteindelijk die betaalt bepaalt. Dus er zal een stichting zijn waarin de betalende partijen zijn georganiseerd, gerepresenteerd via hun besturen. En in die stichting wordt dan bepaald wat er met de middelen gebeurt. Dat gaat natuurlijk in communicatie met de achterban. Maar de volgende stap is eigenlijk, met alle input van de twee avonden, is dat de plannen worden aangepast, worden aangevuld. Er moet een stemming plaatsvinden, want je moet iedereen de gelegenheid geven om te stemmen over deze plannen, om ja of nee te zeggen. En met dat resultaat, als het negatief is, dan heb je geen, ja, dan heb je niets, dan houdt het op. Als het positief is, ga je uiteindelijk naar de gemeenteraad met een verzoek om inderdaad over te gaan tot het innen van die heffing. En het vervolgtraject is dan terug dat geld richting ondernemers om dan dus dit plan uit te gaan voeren. Is dat een duidelijk antwoord op de vraag? Dat gaat door het binnenstadsmanagement. Nou, door het ondernemersfonds eigenlijk. Er zijn twee organisaties. Ik wil het niet te moeilijk maken. Er is een binnenstadsmanagement. Daar zit de horeca in, daar zit de detailhandel in. Daar zitten ook de bewoners in, de kunst en cultuur en de vastgoedeigenaren. Maar die laatste drie, daar wordt geen reclamebelasting over gegeven. Dat zou een beetje raar zijn als je dat geld, wat toch vooral wordt opgebracht door de detailhandel en horeca, als je dat naar een organisatie brengt waar ook andere partijen bestuurslid zijn. Dus er moet wel een aparte organisatie zijn waar de betalende partijen kunnen bepalen wat er uiteindelijk met het geld gaat gebeuren. En dat is een aparte stichting voor het ondernemersfonds. Is dat dan, zeg maar, één paraplu straks, zeg maar, ondernemersfonds? Ze staan naast elkaar. Zoals ik het zie, staan ze naast elkaar. En is dat ondernemersfonds een stichting waar het geld in zit? En zij zeggen, oké, dat geld, een deel van het geld gaat naar de projecten en een deel van het geld gaat naar binnenstadsmanagement. Dan kost het niet minder als je allemaal onder één paraplu blijft, zeg maar. Ik weet niet of... Nou, misschien kost het minder, maar dit is wel zuiverder. Want anders krijg je een situatie waarin jullie als grootste sectoren in de binnenstad geld inzamelen. En dan maak je een plan en dan zegt de bewoners, dat willen we niet. En dan krijg je daar hele scheve verhoudingen. Dus je moet die geldstromen, moet je denk ik wel even apart houden van de communicatie. Er is, het binnenstadsmanagement is communicatie tussen alle sectoren in de binnenstad. Dat is informatieuitwisseling, samenwerken, dat moet er zijn. Maar geld, ja, als het om geldzaken gaat, is het altijd anders. En moet je het wel even heldere wegzetten dat diegenen die betalen ook bepalen. Had jij dan nog een vraag? De reclame dat ze die niet betaalt, vervalt dan? Of betaal je dan als detailhandel twee keer? Dan betaal je voor dit en voor de reclamebelasting die je nu al betaalt. Alsjeblieft. Nee. Nee, de SOBT is straks alleen nog maar, dat is een stichting zonder geld straks. Dus die wat je nu betaalt, wat die pot van 55.000 euro wordt, die bestaat straks niet meer. Precies. In plaats van de reclame. Okay. Ja, het is niet NN. Okay. Dus... Helk, zag hier nog een vinger? Ja, nou, het is mij niet helemaal duidelijk van, stel nou dat, ten eerste dat, als nu de meerderheid van de ondernemers, zeg maar, voor dit ondernemingsfonds is, gaan dan alleen die ondernemers die ervoor zijn, eraan mee betalen of ook andere ondernemers? En ook, wat heeft het dan voor consequenties? Want wij zitten in de Nieuwlandstraat en daar zitten veel kleinere ondernemers die misschien niet mee willen of kunnen betalen. Betekent dat dan ook dat er minder aandacht wordt besteed aan de Nieuwlandstraat? Dus dat het voor ons eigenlijk minder zin heeft om deel te nemen omdat er toch weinig voor onze straat gebeurt? Iedereen gaat meebetalen. Op het moment dat we ja zeggen. Straks in juni komt er zo'n stemavond. Dan gaat iedereen meebetalen, omdat het als ware het een belasting via de gemeente geïnd wordt.
Dus je betaalt automatisch mee. En het grote voordeel daarvan is dat het in de praktijk zijn het vaak niet de kleintjes die niet mee betalen, maar juist de hele grote die niet mee betalen. V&D, de Max, noem maar op. Dat soort, het kruidvat. Dat soort jongens en meisjes. En jullie, CNA. Ja. Nou, wat daaraan toegevoegd kan worden, denk ik. Want er is een partij die stelselmatig, en die ga ik dan maar even vertegenwoordigen. Die stelselmatig niet benoemd wordt vanavond. Dat zijn de dienstverleners in de stad. Ja. En die gaan ook mee betalen, heb ik begrepen. Ja. Althans, binnen de cirkel die jij dat straks hebt laten zien. Dus ik ga het Wilhelmina Park met Sensor. Wij vallen buiten de boot, hè? Jij ging verhuizen, toch? Ja, maar privé, hè? Interpolis. Weet ik niet. WOZ-waarde, kijk naar het pand. Het zal wel iets meer zijn, denk ik. Meer dan 2 miljoen zou het iets meer zijn, maar hoeveel meer dan? Is het dan in verhouding? Of? De Noordstraat ook, hè? Ja. Spaarbank. We betalen ook, hè? Ja. Maar we betalen hem al, hè? Dus ja. Het bedrag wordt wat meer. Maar we betalen al reclamebelasting. Ja, ja. Maar het verschil. Maar met het grote verschil, even wel een groot verschil maken. Iedereen gaat meebetalen, ook dienstverleners in de binnenstad. Dus dat is al, dat wordt al eerlijker voor mijn gevoel. Maar nou even naar die verdeling zo in. Wat ik net liet zien, dat was een bedrag tussen de 400 en de 600 euro. Daar zit de grootste groep in. Maar er zijn dus uitschieters naar boven. En als je dat helemaal zou koppelen aan de WOZ-waarde, dan zouden ze een gigantisch hoog bedrag betalen. Dus je moet ergens een bovengrens stellen. En die is nu rond de 900 euro. Dat is dan gewoon echt de bovengrens. Want anders dan zou het voor een gigantisch kantoor zou het gewoon de spuigaten uitlopen. En dat is ook niet reëel meer. Waarom wordt er dan wel aan de grote, gigantische kantoren gedacht? Ja. En niet aan de kleine ondernemers die toevallig in een heel mooi pand zitten waar heel veel waard is? Ja, maar die zitten er ook in. Ja, maar als wij 400 moeten gaan betalen... Ja, maar er is ook een ondergrens. Wat bedoelt u dat? Ja, wat is dan een ondergrens? Ja, 2,250. Zo'n beetje. En op basis van de WOZ? Ja. Ja, maar dat is dus toch helemaal geen eerlijk systeem dan? Ja. Daar kun je over discussiëren natuurlijk. Kijk, op basis van de WOZ krijg je een staffel en vermijd je de discussies in het verleden. Hè, dat inderdaad iemand die een klein winkeltje heeft en de reclameuiting heeft net zoveel betaald als de V&D met de reclameuiting. Door die WOZ-waarde kun je juist veel meer differentiëren en veel meer staffelen. Denk ik ook niet. Ik denk dat je op basis van omzet misschien iets moet doen. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Ja, daarom. Nee, maar dat is al wel past beter bij wat je doet en waar je zit en... Ja. Als je 2 miljoen omzet maakt en je pakt 20.000 euro winst, of 50.000 euro winst, en je doet met een klein winkeltje, doe je maar 3 ton omzet en je pakt 1 ton winst, is het dan nog steeds eerlijk? Nee, maar je zou daar toch op een andere manier naar moeten kijken, denk ik, dan op basis van het pand, op basis van uiterlijk. Ja, nou, dat vind ik lastig geworden nu, want... Ik begrijp dat de modus, de verdeelsleutel die gezocht is, dat een verdeelsleutel is die op basis van ervaring ook in andere steden hier zou worden toegepast. Ja, omdat je kunt indelen op basis van de WOZ-waarde. Is een pand 1 ton waard, 2 ton, 3 ton, dus dat kan zo oplopen. En op basis daarvan kun je daar tarieven aan hangen. Over omzet is nooit gesproken, maar dat is een kreeftje te doen om bij alle ondernemers in de binnenstad de omzetten na te gaan vragen. En wat voor antwoord krijg je dan? Nee. Nee, ik probeer me even. Ik zet even die andere pet op. Ik ben nou ondernemer en ik dienstverlener en ik mag meebetalen aan zo'n verhaal. Dan denk ik, nou oké, ik vind het prima dat ik mee moet betalen. Als ik 600 euro, 400 euro, 250 euro moet betalen, ik denk dat ik dat wel prima vind als ik in de binnenstad opereer. Als ik daarmee ook voor klanten die bij mij komen een stad heb waar het leuk is om mensen te ontvangen, dingen te beleven zijn. En. Ik zoek daar een weg in waar ik als dienstverlener dan ook gewoon denk van nou, ik ben daar bereid om aan mee te doen. Ik denk dat ook misschien de gedachtegang is die, het moet zijn dat iedereen doet mee om de stad een stukje leuker te maken. Dat stukje. En ik vraag me af, is dat de manier waarop het nu georganiseerd is, de garantie, iedereen doet mee en maakt dat de stad een stukje leuker?
Het zou ideaal zijn als de dienstverleners ook georganiseerd waren zoals jullie als detailhandel en horeca dat zijn, maar dat is in de meeste steden gewoon niet het geval. Dus ze staan wel op de lijst van alle bedrijven die zijn uitgenodigd, maar ze hebben geen aparte organisatie waarvan je een bestuur kunt aanspreken. Die dienstverleners hebben uiteindelijk volgens mij ook profijt bij zo'n ondernemersfonds. Want als het goed gaat met de detailhandel en met de horeca, dan hebben de banken, de notarissen, de accountants hebben daar wel degelijk ook profijt van. Je kunt het indirect profijt noemen, maar een vitaal midden- en kleinbedrijf, daar heeft de dienstverlening volgens mij in de binnenstad ook profijt van. En jullie maken je ook sterk voor bereikbaarheid, schoon en heel, daar hebben zij ook profijt van. Dus wat mij betreft mogen zij er ook gerust aan mee betalen. En het zou mooi zijn als ze zich zouden organiseren. Oké, daarachter nog. Ja, kan nog. Oh, wacht. Hè. Ik denk dat juist de koppeling aan de WOZ-waarde, dat het systeem daardoor heel simpel is. En de kosten van het heffen, die kunnen we ons besparen en kunnen we uitgeven aan, denk ik, hele goede dingen voor de stad. Oké, want dat is eraan gekoppeld. Dus het is een eenvoudige manier van innen. Ja. Ja, oh, wacht, kom eraan. Oh. Dat er wel de mogelijkheid is voor een ondernemer om in zoverre bezwaar te maken. En desnoods moet hij maar zijn jaarcijfers laten overleggen. En dat moet het maar iemand daar die daar zit, die daarover gaat, beslissen of die wel of niet eventueel het volle bedrag kan betalen. Want als iemand niet kan, als je als kleine ondernemer gewoon geen 400 of 600 euro kunt betalen, je zit in een groot pand en je betaalt een lage huur, maar het wordt je gegund en dan moet je dadelijk een bedrag gaan betalen wat je niet kunt betalen. Ik vind wel dat een ondernemer in overleg de jaarcijfers moet kunnen laten zien dat dit wel verminderd moet worden. Bijvoorbeeld naar het laagste bedrag. Oké. Nou, dat is een suggestie die... We nemen hem mee, de suggestie. Ja, ja dat is, die kennen we. Die boswaarde, die fluctueert. De boswaarde, die fluctueert. De boswaarde, die fluctueert. Ja. Hoe werkt dat dan? Want als het slecht gaat, worden panden minder waard. Dus dan eigenlijk in slechte tijden zou je meer geld moeten hebben. Dan wordt het budget dus kleiner. Dus je kunt niet tegen de draad in ermee bezig zijn. Als het goed gaat, worden panden meer waard, gaat de boswaarde omhoog. Dan zou het budget dus groter zijn, terwijl je eigenlijk meer nodig hebt wanneer het slecht gaat. Volgens mij blijft dan de verhouding tussen grote panden, kleine panden, volgens mij verandert dat niet zo. Maar het budget wel, als het een percentage is van de boswaarde. Het is geen percentage van de... Nee, het is geen percentage van de boswaarde. Nee, het is in feite gewoon een bedrag wat wordt gekoppeld aan de boswaarde, maar het is geen percentage. Dat doen ze wel in Utrecht, dacht ik. Daar doen ze iets van 5% of 10%, geloof ik. Maar hier gaat het niet om een percentage. Ja, gaat het om, ik weet niet meer wie het eerste was. Ik ga eerst naar... Even een vraag waar ik nieuwsgierig naar ben. De horeca doet ook mee aan dit verhaal, geloof ik, hè? Die hebben heel veel eigen activiteiten in de stad, festivals, muziekfestivals, noem maar op. Loopt nou het risico dat de horeca zegt van, hey jongens, we betalen hier al aan mee, we gaan heel veel activiteiten nou bekostigen vanuit deze pot? Of hebben die hiernaast nog een aparte pot waar ze dat soort activiteiten van betalen? Dolf. Ja, Paul. God zeg, leuk, maar ik ook een keer de microfoon. Een deel van het budget wordt vrij besteedbaar per deel. Dus als de straat bijvoorbeeld, de Korte Heuvel betaalt mee aan deze pot geld. Een klein stukje daarvan zouden ze vrij uit mogen geven aan evenementen in de straat. Maar de rest moeten ze zelf financieren. Nee, maar dat geldt ook voor de winkeliers. Die mogen ook een klein deel van wat zij dus in de pot stoppen, zelf bepalen wat ze daarmee doen. Dat is de bedoeling ervan. Dus iedereen mag dat. Maar dat wil niet zeggen dat het grootste deel van de pot naar de horeca gaat, of het grootste deel van de pot naar de winkeliers. Degene die bepaalt, die betaalt, die bepaalt. Prachtige uitspraak. En die moet ook zo blijven. Dus, maar het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld de kunst- en cultuursector, die niks bijdragen, straks verzinnen dat ze voor een ton de City Ring rood willen schilderen of zo, bijvoorbeeld. En dat het dan wordt. Dan bepalen de winkeliers en de horeca en dienstverleners. En de horeca is in feite maar een klein stukje van het geheel, hè. Wij zijn maar echt een klein onderdeeltje van de betalende partij in feite in dit verhaal. Dus wij kunnen die pot kunnen wij niet opeisen. Ja, maar wel de partij die denk ik het meeste uitgeeft in de stad.
Ik denk dat u zich daarin vergist. Want ook de winkeliers geven redelijk geld uit. Om een voorbeeld te geven, de kerstverlichting die in de die bij de horeca hangt, die financiert de horeca zelf. Bijvoorbeeld. En dat is op een indicatie, Piersplein, ik geloof, €80.000 als ik me niet vergis. En dat doen ze dan een paar jaar mee. Korte Heuvel, €30.000. Maar dat financieren we zelf. En er is dus geen geld aan te pas gekomen. De Heuvelstraat wordt gefinancierd uit dat geld wat verzameld wordt. Maar de freeriders en de grote jongens, die denken, de blokkers en zo, die denken van ja, maar wij doen daar gewoon per definitie niet aan mee. Omdat als we in Tilburg doen, moeten we in elke stad gaan doen. Dat doen we niet. Dus we betalen niet mee aan een winkeliersvereniging. Nou, we weten wat er gebeurt met de winkeliersvereniging in Tilburg. Ja, maar dit is dus de voorloper. Die reclamebelasting die is er eigenlijk stiekem tussendoor gesneakt. Maar die kan niet helemaal in heel Tilburg ingevoerd worden. In de Heuvelstraat is hij er nu dus. En ook in de Nieuwlandstraat en de Noordstraat. Maar dat kan niet te stedelijk breed gedaan worden. Dus daarom is dit er om iedereen zover te krijgen dat we het willen gaan betalen. En dan gaan we met z'n allen bepalen wat ermee gaat gebeuren. Ja, dat roept denk ik problemen op aan de toekomst. Misschien zie je het sommige. Nee, percentages, denk ik. Nee, de verdeling tussen horeca en... Ja, want dan heb je percentages. Als je 10% horeca hebt, kunnen die van 10% van het geld... wat ze zelf mogen besteden uit die pot, daar kunnen zij over beschikken. Okay. Dus als die pot 100% is en 10% mag vrij besteed worden en wij hebben 10% daarvan, mogen we 1% zeggen van oké, dat geven we uit aan flyers of zo, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Oh ja, nee. Ja. Nu zijn we toch vrienden geworden, dus nou mag het, hè? Is er al ook nagedacht over, en is misschien voor hem een vraag, over de evaluatie? Want na hoeveel jaar wordt er gekeken of het werkt? En hoe wordt er gekeken of het werkt? Je betaalt er niets. En wanneer werkt het? Ja, werkt het nou gewoon als ik meer klanten binnenkrijg? Of hoe wordt er gekeken naar? Wordt er op die manier een enquête ingevuld? Of weet ik veel wat? Daar zal Leo wel iets over willen zeggen. Of? Ik heb net even naar Paul gekeken. Die heeft Paul? Ervaring op de linten. Ja, ik probeer even de vraag voor mezelf helder te krijgen. Eigenlijk wil jij weten van, nou, als ik op het moment dat ik merk dat ik er geen effect van heb, dan zou ik er eigenlijk mee willen stoppen. Misschien vergelijkbaar, ik ben betrokken geweest bij een... Nou, dat zeg ik niet normaal. Nou, ik betaal al 2 jaar reclamebelasting. En het enige wat wij daarvan terugzien zijn kapotte kerstverlichtingrampen. Ik bedoel, het is heel flauw wat ik nou zeg, ik wil een discussie, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En nou ga ik, ik sta nog steeds wel positief tegenover het verhaal, maar als na 2-3 jaar, hoe kom ik erachter of het werkt? Ja, waarschijnlijk meer mensen binnen, maar de afgelopen 2 jaar heb ik niet echt, door die €182,5 die ik betaal aan de reclamebelasting, gemerkt dat ik meer mensen binnenkrijg. Ik heb ook niet veel gemerkt wat er met dat geld gebeurt. Nou ga ik weer betalen, nou betaal ik 3 keer zoveel misschien wel. Ik wil wel weten dan wat ermee gebeurt en of het werkt. Ja, ik weet niet of ik vanuit de gemeente of ik dan eigenlijk de juiste ben om daar een antwoord op te geven. Maar ik kan u wel vertellen, terugkijken doe ik liever even niet omdat ik daar niet bij betrokken ben geweest. Vooruitkijkend zeg ik van u gaat straks betalen aan een ondernemersfonds. Daar hoort een bestuur bij. Dat bestuur zal verantwoording af moeten leggen aan zijn leden. In de organisatiestructuur van dat ondernemersfonds zul je dus ook moeten kijken van ja, hoe gaan wij dit evalueren, hoe gaan wij dingen monitoren en hoe gaan wij ermee om op het moment dat het gros van onze leden zegt van ja, we hebben er niet zoveel veel zin meer in. Dat is uiteindelijk aan het ondernemersfonds zelf. En nog heel even, als ik dan toch de microfoon heb, grijp ik ook nog even terug op de vraag van net. Wij als gemeente zullen wel straks zeggen op het moment dat er een ondernemersfonds komt. Wij ook wel voelen van je hebt een vrij groot gebied en een vrij grote periferie. Het is natuurlijk niet, ja ik chargeer maar even, het is natuurlijk niet om het bestuur van op Wintersport te laten gaan. Wij zullen als gemeente natuurlijk ook wel zeggen van ja luister, wij willen ook wel dat ondernemersfonds er voor iedereen is. Dus hoe... hebben jullie het geregeld, beste mensen, dat ook mensen in de Noordstraat of noem maar op, feitelijk een goed gevoel erbij hebben? Ja, dat was mijn volgende vraag. Want je betaalt geld, dat zijn mensen in de Heuvelstraat die hetzelfde bedrag betalen als ik waarschijnlijk. Alleen, we hebben net al even een discussie gehad. De Heuvelstraat is een ander gebied als de Nieuwlandstraat, Noordstraat. Ja, het is alleen wel zo, maar dan zit ik een klein beetje op de stoel van de ondernemers. Je moet wel beseffen, een ondernemersfonds is eigenlijk voor het collectief.
En je hebt meer gemeen als dat je verschillend hebt. En het kan natuurlijk wel zijn, jij zult het gevoel moeten hebben van dat je niet voor niks betaalt. Maar uiteindelijk moet je wel beseffen dat er een belangrijk bedrag naar het collectief gaat. Want in dat collectief zit de meerwaarde. Ja, ik ga je antwoord geven. De SOBT die blijft als onderliggend iets wel bestaan. En wat we in de SOBT hebben is dat elke straat en elk deelgebied daar een vertegenwoordiging in heeft. Die verantwoordelijk is in feite voor om ervoor te zorgen dat we geen enkele straat, geen enkel deelgebied kunnen vergeten. Dus dat is één. Dus voed degene die voor jullie in het bestuur zitten. Zorg dat die precies weet wat er leeft in jullie straat of in jullie stuk van de stad. Dat is één. Die feestverlichting, daar wil ik wel even concreet op terugkomen. Ik ga niet meer het hele verhaal van de bakel van vroeger, dat is nou maar klaar. We hebben dit jaar flink geïnvesteerd in feestverlichting. We wisten dat we niet in één keer genoeg geld hadden om het echt in het hele centrum te hangen. Maar je moet ergens beginnen en dan is het lullig, dat snap ik ook. Maar dan moet je toch, ik krijg het ook bijna mijn strot niet uit, maar je moet dan toch in de Heuvelstraat beginnen. Dat is toch het meest logische. Gevraagd aan de gemeente om die kapotte dingen niet meer op te hangen. En dat is dus duidelijk misgegaan. Ik ben ook bij jullie in de straat geweest. Ja, ik vond het ook echt te gênant voor woorden, want hangen dan liever niks op. Laten we voorbeelden. Maar er is zeker de bedoeling, en daar zijn we al heel erg goed met de gemeente over in gesprek. En dat is dan zo'n voorbeeld van, we hebben als SOBT nog wat geld, dus we gaan verder investeren met de feestverlichting. Maar de gemeente betaalt daar nadrukkelijk echt flink aan mee, omdat wij dat alleen niet op kunnen brengen. Okay. Dus het komt goed. Oké. Een hele belangrijke vraag. Hoort iets gezegd en daar wil ik echt een vraag over stellen. Wij gaan als ondernemers, als het zover komt, gaan wij dat bij elkaar leggen, dat geld. Super, het lijkt mij echt een heel mooi plan. Het bedrag is veel te laag, dus er moet veel meer worden. Maar goed, dat is dan het vervolg. Maar dan hoor ik dat de gemeente gaat controleren hoe dat uitgegeven gaat worden. Dat proefde ik even uit de opmerking die gemaakt werd. En dat wil ik dan wel even duidelijk weten. Ik zag jou wel triggeren natuurlijk toen ik mijn verhaal vertelde. Nee, eigenlijk wil ik zeggen van als gemeente halen wij die belasting op. Bij dat publieke verantwoordelijkheid hoort natuurlijk ook een bepaalde controle. Maar dat is meer een controle van zit hier wel een bepaald rechtvaardigheidsbeginsel onder. En bedien je dan ook al je klanten. Meer is het niet. Het is feitelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je geld. Maar vanuit de overheid heb je natuurlijk wel een controle als je belasting ophaalt en je geeft dat aan mensen. Dat dat dan ook goed besteed wordt aan al die mensen die daaraan bijbetalen. Dat is wat ik bedoel. Dat is ook een belasting, hè? Kunnen we die wel specifiek gebruiken voor... Ja. Het is publiek geld in feite. Het is een heel specifiek middel waarbij eigenlijk publiek geld wordt opgehaald en teruggegeven wordt aan die groep die hem ook heeft opgebracht. Ja. Dit kan dus. Oké. Even, want we zitten aan 9:00. Wat ik eruit pak, want ik hou van korte samenvattingen, met z'n allen. Het varieert ergens tussen de €250 en de €900. Dat kan misschien zelfs nog hoger worden. En het maakt het mogelijk dat de optelsom van kleine en grote bedragen ergens bij de 3 ton uitkomt. Die drom maakt het mogelijk om zelf aan het stuur te gaan zitten en zelf met elkaar te gaan bepalen wat je daar voor de stad mee gaat doen. En daar liggen natuurlijk kansen. Dat is volgens mij het uitgangspunt. Hebben we goed begrepen? Ja. Als er dan nog verschillende belangen zijn, want dat zul je meemaken. Hè? Dat hoor ik hier zeggen. We hebben detailhandel, we hebben horeca, maar ook nog eens dienstverleners. Ja. Die dienstverleners die vaak ook nog eens de evenementen in de binnenstad mee sponsoren. Hè, dus dan, dat is nog een ander kanaal, vergeet het niet. Dan is er een klein percentage van het totaalbedrag per belanghebbende club beschikbaar om daar ook eigen dingetjes mee te doen. En daarmee heb ik volgens mij het kader een heel klein beetje geschetst. Simpeler kan ik het niet samenvatten in ieder geval.
Ja? Maar je vraagt het zo bescheiden en verlegen, daar komt-ie. Die groep die gaat ontstaan, is dat een. Ik praat even naar de gemeente toe. Is dat een groep die de gemeente ook als gesprekspartner gaat zien in dingen die in de binnenstad gebeuren? Snap je de vraag? Nou, als ik het hoor over veiligheid bijvoorbeeld. Kijk, ik zit als ondernemer in de Noordstraat. En dan praat je over het stukje veiligheid. En wij voelen ons niet altijd even veilig daar. En u weet waarschijnlijk wel waar wij op doelen. Op het moment dat je zo'n groep bij elkaar hebt, en je hebt het over online profilering en city, en dat is allemaal dure woorden, weet ik veel. Maar op het moment dat voor mijn straat de junks rondlopen en de heroïnehoertjes uitstappen bij de burgerijpad, dan kun je het over praat je over veiligheid en praat je over komen mensen wel dadelijk in die buurt. Ja. De entree van de stad. Ja. Ik vind dus op het moment, ik wil heel graag meebetalen, maar ik vind dat op zo'n moment vind ik ook gewoon dat de gemeente op dat stukje veiligheid aangesproken mag worden en dat ze daar ook iets aan gaan doen. Okay. Ja. Terug naar de vraag, naar de kern van de vraag is van zijn we volwaardige gesprekspartner als het over gaat? Ik haal hem heel even naar elkaar. Je hebt een ondernemersfonds voor en door ondernemers. Dat heeft weinig of niks te maken met de vraag die u stelt. Het andere waar de gemeente aan zet is, met schoon, heel en veilig, zijn wij ten alle tijde voor alle bewoners gesprekspartners. We hebben misschien wel straks ook het BMT, wat ook in zo'n situatie nog een gesprekspartner kan zijn. Maar dat staat even los van het ondernemersfonds. Het ondernemersfonds is niet om die problemen op te lossen. Nee, maar die kunnen wel dingen signaleren. Wij zitten daar als ondernemers en er zijn misschien een aantal ondernemers die... Oké, ik hoor zeggen dat daar andere organen voor zijn. Ja. En die hebben ook al 15 jaar ervaring in het samenwerken. Gebruik de organen die 15 jaar ervaring hebben in het samenwerken om dat soort signalen mee af te geven, met elkaar bespreekbaar te houden. En we kunnen de wereld ook niet mooier maken dan die is. En gebruik het ondernemersfonds om de stad vooral ook leuk te maken en spannend te maken. En er zit een meneer erachter. En ik vind die jongens erachter allemaal zo rustig vanavond. Zit niet eens te kloten. Dus ik ga toch... Ja, ik heb jou al 5 keer gehad. Even afsluitend. Moeten we hierop ja en nee zeggen of komt er nog een plan wat we te zien krijgen en dat we dan ja of nee moeten zeggen? Volgens mij heb ik begrepen dat je ja of nee gaat zeggen tegen het initiatief. En als er ja gezegd wordt tegen een initiatief, worden er echte plannen ontwikkeld. Nou, het wordt nog iets concreter hoor, want uiteindelijk gaan we die stemavond organiseren. En dan krijg je een iets uitgewerkt. Hè. Dit is de basis voor het plan. Maar dat plan moet wel aan jullie worden gepresenteerd. Gewoon van waar vragen we uiteindelijk die reclamebelasting voor? Want anders vraag je iets zonder een bodem. Dus er moet wel een helder verhaal liggen. Nou, dit is even de grove basis. Die werken we de komende maanden uit. En voordat er überhaupt tot stemming over gegaan wordt, moeten alle ondernemers in de binnenstad gewoon dat pakket krijgen. Dat informatiepakket met alles wat erbij hoort. Want dat is dan waar je ja of nee tegen zegt. Vind ik wel een spannende. Ja, met je steekt je vinger op. Ja, met dat, dus ook dan met dat plan wat nog verder uitgewerkt moet worden, wil ik toch nog een keer vragen om ook voor de vaststelling van die belasting, zeg maar, er is dan gesproken over de WOZ-waarde van een pand. Nou, wij zijn een non-profit organisatie en wij hebben een speciale huurregeling met de eigenaar van het pand. En als dus op basis van die WOZ-waarde dat wordt uitgewerkt, dan weet ik niet of daar voor ons op te brengen is. Dus om daar ook speciale aandacht aan te besteden als dat plan vastgesteld wordt. Ik heb een winkel en daar zit een woonhuis aan vast en dat is gewoon 1 prijs. Dus dan zou ik ook voor mijn woonhuis dat moeten betalen. Dus om daar ook rekening mee te houden. Nou, er is net al, er zijn dingen om mee te nemen. Jouw vraag is daarnet ook in een andere vorm ongeveer dezelfde vraag gesteld. Of is gezegd, dat nemen we mee. En dit zijn natuurlijk dingetjes die, dus, er zit een praktische uitwerking, zul je daar iets mee moeten. En ja, oké. Okay. En daarvan is ook al gezegd geworden, daar moet ook specifiek naar gekeken worden. Maar we gaan allemaal die specifieke gevallen, die gaan we tegenkomen. En daar zal een antwoord op en daar zal een oplossing voor moeten komen. Oké, je kunt niet alles uitsluiten. Heren, hier nog iets? Ik heb misschien wel 1 vraag, eerlijk gezegd. Meneer Leo is eigenlijk de vervangend binnenstadsmanager Peter Giernot en Jongaans heeft gedaan, toch?
Meneer Leo is de plaatsvervanger voor wat Peter Giernotte en Jongerans heeft gedaan. Volgens mij is dat niet zo en ik zie jou al meeknikken. Ik ben niet de plaatsvervanger van Peter Giernotten. Ik was ooit binnenstadsmanager in Eindhoven en hij in Tilburg. En in die tijd hebben we gewoon contact gehad. Nu ben ik in één winkelcentrum in Rijswijk ben ik centrummanager. En in andere gemeenten adviseer ik over het centrummanagement. Dus ik ben niet de opvolger van Peter Giernotten of Jan-Anton Jongerans. Maar je bent hier de adviseur? Ja. Okay, ik ben niet de binnenstadsmanager. Maar als u... En jij bent dan tijdelijk interim voorzitter van de binnenstadsmanager. Is dat zeg maar de tijdelijke vervanging van Jongerans? Of dat ligt ook weer anders? Nee. Ja, dan hebben we het alles even duidelijk. Nee, dat ben ik ook niet. Ik ben in eerste instantie gewoon ondernemer in deze binnenstad. Met een drietal horecazaken op het Piersplein. Alleen ik ben daarnaast ook wel redelijk bevlogen met de ondernemende binnenstad zoals we die hebben. En vanuit mijn hoedanigheid als afvaardiging voor de horeca ben ik in binnenstadsmanagement terechtgekomen. En daar ging een voorzitter weg en die was onafhankelijk. En ik heb tijdelijk zeg maar het voorzitterschap overgenomen. En vandaar dat ik interim voorzitter ben van binnenstadsmanagement. Dat betekent dat we nu geen binnenstadsmanager hebben. Oké, helder. Ja, dat is dan een beetje jammer. Ik heb destijds toen Jongeraan zei, Giernotte, dat heb ik ook gemist. Dat die mensen eigenlijk niet echt op de hoogte waren wat er allemaal speelde in de binnenstad. Dus waar de winkeliers waren, de horecajongens waren. Dus eigenlijk geen goede overzicht hadden. En ook met dit soort vergaderingen of ja, dan wordt er van tevoren niet gekeken welke groepen dat er zijn. Want ze zullen een analyse kunnen maken. Dan zouden dingen die nu besproken zijn geworden kunnen al uitsluiten, omdat je die van tevoren kunt... Ja, analyseren. Een taak van een binnenstadsmanager vond ik dat, maar ik heb dus begrepen dat het dus die niet is. En die is destijds ook niet geweest. Daardoor kunnen straight to the point zijn, snap wat ik bedoel. Dan hoeft er niet te veel gepraat worden over dingen die... Ja, ja. Was een mededeling, hè? Ja, nee, dan... Ja. Ja. Jij nog iets? Nee, zin gehad? Nee. Oké. Okay. Klein vraag. Als op die avond waar dan gestemd wordt, ben je er niet, heb je geen stem. Degene die er zijn, die stemmen. Dus van de 750 ondernemers er 50 zijn, dan beslissen die 50 over het wel of niet horen. Ik ga naar Leo en dan zie ik zijn... Ja, dan kom ik bij u terug. Om daar antwoord op te geven, daar kun je... manier op bedenken om ook andere mensen die op die avond niet aanwezig kunnen zijn, toch een stemmogelijkheid te geven. Wat je kunt doen is dat je tot twee weken na de stemavond bij een notaris stemformulieren neerlegt en dat die mensen die niet aanwezig zijn geweest de gelegenheid hebben om bij het notaris alsnog hun stem uit te brengen. Daar wordt nu over gesproken om in ieder geval het niet te beperken tot die ene avond, omdat mensen toevallig niet aanwezig kunnen zijn, dat ze dan alsnog binnen bijvoorbeeld een termijn van 2 weken die stem wel kunnen uitbrengen. Oké, ik ga echt naar de laatste vragen en dan gaan we afsluiten. Ik had hier deze meneer was eerst, die had nog een vraag. Nou, ik had nog een vraag. Als het hele prachtige plan nou falikant mislukt, stopt de heffing dan? Houdt het dan op? Die vraag is gisteren ook gesteld. Ja, nou zit de klessenbessen daar en die vraag weer gemist, hè? Stel dat dit project helemaal mist, in de mist ingaat, falikant mislukt wordt daar gezegd, houdt dan die heffing op? Ik denk dat u dan bedoelt de reclamebelasting zoals u nu bestaat. Nee, kijk, op het moment dat je met elkaar tot het inzicht komt dat je niet tot een ondernemersfonds kunt komen, ja, dan zul je toch ook niet tot deze vorm van reclamebelasting komen. We hebben straks allemaal groen licht gegeven, zeggen het ondernemersfonds komt er. En dan hebben we allemaal een hoop effort ingestoken en uiteindelijk blijkt het gewoon niet op te leveren wat het zou moeten opleveren. Kunnen we dan de stekker weer uittrekken? Ja, dat is eigenlijk dan grijp ik even terug op zoals we het nu bij de Linten hebben georganiseerd. Bij de Linten is ook een ondernemersfonds, Korvel en Bestert. Daar is feitelijk het heffen van reclamebelasting is natuurlijk een bevoegdheid van de gemeenteraad. Dus het eruittrekken van de stekker is ook een bevoegdheid van de gemeenteraad. Maar bij de Linten hebben we wel afgesproken, en ik kan me ook voorstellen dat dat hier ook gebeurt, dat je uiteindelijk met het college afspreekt van op het moment dat de meerderheid van de ondernemers zegt van nou, wij hebben hier absoluut geen behoefte aan,
dat het college dan aan de raad voorstelt om hiermee op te houden. Dat zou eigenlijk analoog aan de systematiek van de linten denk ik wel kunnen gebeuren. Want nogmaals, het is voor en door ondernemers. Als ondernemers er geen behoefte aan hebben, ja, dan denk ik dat het fundament wegvalt. Oké. Kun je stemming ook verplichten? Ja. Was het jouw vraag ook? Ja, dat is echt gewoon hier. Kun je stemming ook verplichten? Nee. Nee. Ja. Wel verplichten. Oké. Okay. Dames en heren. Als er dus nog 50 ondernemers in totaal komen stemmen en er komen daarna nog 25 ondernemers naar de notaris, dan is het dus, dan gaat het niet door. Of heb ik het niet goed begrepen? Als die allemaal ja stemmen, dan was het er niet. Er komt iets. Er wordt iets georganiseerd en daar moet je voor gaan betalen. En ja, sorry dat ik het zeg. Je bent nog te lui om even op te komen draven om te stemmen, ja of nee. En of dat dan op zo'n avond is of bij een notaris, waar je 14 dagen dan misschien de tijd voor hebt, of misschien weet ik hoe dat er gaat. Ja, het houdt natuurlijk ergens op. Maar dat gaat nog niet helemaal goed, denk ik. Want wij hebben bijvoorbeeld geen mailing ontvangen. Het is dat het in de krant stond en dat een overbuurman even kwam vertellen dat er een vergadering was. Dus ik zou dan in ieder geval wel even de hele mailinglijst goed checken voordat je gaat zeggen van ja, als je niet op komt dagen, dan heb je geen recht van spreken. Ja, en wij hebben wel een mail gehad, maar geen brief gehad. Terwijl er in de mail stond dat we wel een brief gehad zouden moeten hebben. Dus dat zou dan wel even goed Oké, okay, waarvan akte zeggen we dan altijd officieel, hè? Ja. Is het zo met de stemming, boven 50% als ja zegt, dat het dan doorgaat? Oké. Okay. Van aanwezig. Ja. Lekker, democratie. We gaan straks stemmen voor een initiatief waar een plan onder ligt. Begrijp ik dat goed? Oké. Okay. Dan wil ik je dan wel één ding meegeven. In dat plan kan nooit alles helemaal uitgekristalliseerd zijn, volgens mij. Dus het is een grofmazig plan. Oké. Dus we stemmen straks voor het initiatief en voor een grofmazig plan, waarvan de toekomst zal uitwijzen hoe dat dan ook publiek zal uitpakken. Zoiets, hè? Oké. Is daar ook in die plan al duidelijk dan wordt de gemeente bijgedragen? Is er in die plannen, Paul, al ruimte? Ja, dat is best lastig, jongen. Dat, dus we hebben straks een initiatief. Een grofmazig plan. En daar zeggen we ja of nee tegen. Ja? En dan komt de vraag van achteren. Is er in dat plan straks ook duidelijk wat de gemeente gaat bijdragen? Ja? Oké. Okay. Pak je eigen microfoon maar. Dat is, ja, dat is volkomen duidelijk. Aan zeg maar, het ondernemersfonds draagt de gemeente in principe niet bij. Het ondernemersfonds is gewoon voor en door ondernemers en je betaalt je eigen plannen. Het is wel zo dat de gemeente bijdraagt aan het binnenstadsmanagement, waar ook vanuit het ondernemersfonds aan bijgedragen zal worden. Ik zal niet zeggen, een beetje analoog aan wat Alex straks zei, op het moment dat je met allerlei initiatieven komt die aansluiten ook bij mogelijkheden binnen de gemeente, kunnen er natuurlijk altijd gesprekken plaatsvinden. Dan kun je natuurlijk kijken of je meerwaarde en wisselwerking met elkaar tot stand kunt brengen. Maar aan de basis, de gemeente draagt aan de voorkant niet bij aan het ondernemersfonds. Oké. Okay. Mogen duidelijk zijn. Was dat nog een... Nee. Oké, okay, oh, was dat krabben zo? Ja, dat is bij een veiling ben je de klos, hè? Oké. Okay. Ja, ik zit even echt op dat initiatief en het plan, omdat je niet alleen voor het plan stemt, maar ook voor het initiatief. En waarom zeg ik dat? Want ik heb vaak met ontwikkeling veranderen te maken, dat ik probeer duidelijk te maken, als je ooit kiest voor kinderen, dan zeg je ja tegen het initiatief, kind. En je zegt ja tegen een grofmazig plan, want hoe dat er nou precies uit gaat zien in die opvoeding van kinderen, en waar ze naar school gaan, en of ze professor worden of niet, en of het jongetje met het jongetje thuis komt met een meisje, heel veel dingen in dat plan kun je niet uitsluiten, kun je niet, dat weet je niet. Dus het is een grofmazig plan dat je weet dat het een keer gaat lopen en dat het een keer naar school fietst en dat het een keer een vriendje heeft. En je weet wel dat je kinderbijslag gaat krijgen. En daarom wil ik wel even... Ik wil wel...
ik wil wel scherp gesteld hebben dat... Ik wil wel... En dan zijn... Oké, genoeg om over na te denken. En ik ga iets heel gevaarlijks doen. Echt. Want ik kan het niet laten. Ik kan het vanavond niet doen als ik het gisteren wel heb gedaan. Daar hangt helemaal niks aan vast. Want die stemming gaat allemaal nog komen. En er moet nog een grofmazig plan onder komen te liggen. Dus jullie hebben allemaal een groen kaartje en een rood kaartje. Je mag ook niets omhoog steken. Nou, je kunt wel zeggen van nou, als ik heb nou het initiatief gehoord en dit avond hier meegemaakt hebben, zou ik dan, en je hoeft geen kaartje omhoog te houden, ik heb nog gele kaartjes, weet je. Huh? Zou je dan een groen kaartje omhoog steken nu of een rood kaartje? Gewoon. Nee, we doen er even lichten uit. Wie zegt, nou steek maar omhoog wat je omhoog wil steken. Oh, ik zie twee rode kaartjes en de rest groene kaartjes en een aantal onthoudingen. Nou, dat is een beetje... En dat is wel mooi om te zien op zo'n avond, dat je ook mensen die hele kritische vragen stellen en ook even gas geven als het gaat over stellingen, ook zoiets hebben van, maar ja, ik kan wel kritisch zijn en mijn mitsen en mijn maren hebben, maar tegelijkertijd vind ik het initiatief wel de moeite waard. Dat is een beetje het signaal wat je vanavond hebt afgegeven. En dat is misschien een mooie conclusie dan voor deze avond. Ik kan niet anders zeggen dan heel veel succes hiermee. Veel wijsheid, zeggen we dan altijd. Hè. En om zo'n avond dan toch prettig af te sluiten, heb ik begrepen dat we beneden aan de bar nog een pils kunnen pakken. Hè? Ja. En dat er niks kost. Als we het een beetje in de perken houden, zeg maar. Ja. Dus als we dan op tijd stoppen, is het goed. Dankjewel allemaal en succes ermee.